Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering en ook goedemorgen aan meneer Van Giessen namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van coöperaties en ook naar incidenten die daar gebeurden, kijken wij naar. En zo gaan wij ontdekken wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie er voor verantwoordelijk zijn. En vandaag zullen wij ons wederom concentreren op toezicht. Met name volksgezondheidelijk vanuit het ministerie. En vandaag is ook het moment dat wij zullen kijken naar de eigen controlerende rol van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Komt straks aan de orde. In ieder geval in verband met toezicht op ministerieel niveau wordt u gehoord als getuige, meneer Van Giessen. Verhoor vindt plaats onder ede. U koos ervoor om de belofte te doen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil opstaan. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat nu onder ede. Neemt u plaats, meneer Van Giessen. Dank u wel. Microfoon kan aanblijven. Mevrouw Onwijn, die assisteert u, zie ik. Morgen, mevrouw Onwijn. U dient zelf de vragen van de commissie te beantwoorden. Dat is allemaal duidelijk, meneer Van Giessen. Yes. Dan starten wij het openbaar verhoor. En meneer Van Giessen, u was tot uw pensionering in 2013 11 jaar, wat wij noemen topambtenaar bij het ministerie van Vrom. En bij Wonen, Wijken en Integratie en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En u heeft directeursfuncties bekleed, zowel op het terrein van beleidsontwikkeling als op het terrein van toezicht op coöperaties. En daarnaast was u in uw latere tijd ook lid van de Taskforce Vestia, bij het oplossen van de problemen daar. Het woord is aan collega Bashir om u daar wat vragen over te stellen. Meneer Van Giessen, we beginnen dit verhoor met de casus Vestia. Want Vestia had niet alleen een grote derivatenportefeuille. In de derivatenportefeuille zaten ook heel veel derivaten die een speculatief karakter hadden. En er zijn diverse MG's aan de orde geweest in de verhoren tijdens deze enquête. Waaronder MG 94, maar ook een MG uit 2001. Kunt u voor de commissie bevestigen dat die MG's nog geldig waren? MG 2001-26... Uiteraard, ja. En MG 94, dat is lang geleden. Volgens mij was die nog steeds geldig. Volgens u was die nog steeds geldig? Ja. Gisteren was de heer Van der Molen hier en hij zei dat MG 2001 uitgewerkt nog moest worden, omdat daarin voornemens stonden. Was die MG niet uitgewerkt? Ja, die was wel uitgewerkt, maar daar stond inderdaad het voornemen in te komen met nadere regelgeving, onder andere een treasury-statuut. En dat treasury-statuut dat is aangekondigd bij mijn weten ten tijde van de nota Mensen Wensen Wonen, Remkes. En het is nog eens een keer door Kamp aangekondigd in de Tweede Kamer tijdens het debat rondom Woonzorg Nederland. Dus, en vervolgens in die circulaire meegenomen. Ja, maar in de circulaire staat volgens van de heer Van der Molen die hier gisteren was, en hij verklaarde dat, dat de minister voornemens was om met bepalingen te komen waardoor neerbankingactiviteiten verboden zouden worden. Dat klopt. En die voornemens zijn uiteindelijk gekomen? Is dat uitgewerkt? Die zijn er uiteindelijk gekomen in die zin dat de herzieningswet ze bevat. En dit is twee keer eerder heeft het geleid tot pogingen om er te komen. Er is een rapport geweest van de commissie Schilder. Dat heeft nooit een stadium bereikt waarin het vertaald werd in wetgeving. Dat was in 2005, 2006.
Maar goed, dat is er nooit van gekomen. En daarna is het hernomen vanaf de brief van Van der Laan in juni 2009. En volgens mij ligt het nu in de Tweede Kamer nog steeds te wachten op de novelle of de behandeling daarvan. Ja, maar ik wil toch dat u wat duidelijker bent voor ons. Want u zegt van ja, het is er gekomen en dan vervolgens zegt u alle momenten waarop het uiteindelijk niet gekomen is. Nou, dan heb ik we hebben de MG94 en 2001, ja. Waren die geldig of niet? Zo ja, hoe kunnen, ja. Kunnen we dat constateren? Ja, die waren geldig. En waarom wist dan het Centrale Fonds dat niet? Wat zegt u? Waarom wist de heer Van der Molen niet dat er MG's waren die geldig waren? Dat laatste kan ik u niet vertellen, maar hij moet ongetwijfeld geweten hebben dat in ieder geval de MG 2001-26 dat die geldig was. Dat lijkt me geen punt van discussie. De andere MG, daar kan enige twijfel over geweest zijn, dat is een hele oude MG. Dus, maar ik kan u niet vertellen waarom hij daar die ideeën over heeft, dat weet ik niet. Ja, hij zei van dat in de MG staat dat het niet uitgewerkt is, maar u zegt dat maakt niet uit, want... Nee, wacht, er is de MG 2001-26. Daar staan een aantal bepalingen in waar de corporatie zich aan moet houden als het gaat om financiële continuïteit. Dus dat is een vertaling van het BBSH. En daar staat in onder andere dat de corporatie moet, als het gaat om het financiële beleid, mogen ze geen, hoe heet dat ook alweer, het is keurig geformuleerd, maar ze mogen geen... Neerbanking. Neerbanking wordt genoemd, maar ze mogen niet meer risico's nemen dan hoort bij een corporatie. Ik weet niet precies hoe het geformuleerd is, maar daar komt het ongeveer op neer. Geen risico's nemen die in een normaal bedrijf wel genomen kunnen worden. Dus dat is financiële continuïteit. Dan moeten ze hun maatschappelijk ondernemerschap moeten ze in acht nemen. Het zijn geen gewone bedrijven. Dus dat was volgens mij wel helder. Ze moesten kijken naar liquiditeit, ze moesten kijken naar solvabiliteit. En op dat punt konden ze geen grote risico's nemen zoals in het bedrijfsleven. Maar men had wel behoefte aan een uitwerking van het BBSH en een verdergaande uitwerking dan bestond met de MG 2001-26. En dat is er nooit gekomen, althans tot op nu toe. Ja, dus kortom, u zegt de bepalingen daarin die waren duidelijk. Wat mij betreft duidelijk wat de risico's genoeg, betreft, wie moest daarop toezien, Centraal Fonds? Ja. Oké, dat is duidelijk. Dan ga ik met u verder naar het jaarverslag over 2008. Van Vestia? Van Vestia, inderdaad. We zijn nog eens bij Vestia. En het is ons niet duidelijk geworden wie nou dat jaarverslag moest beoordelen. Was dat nou het Centraal Fonds of het ministerie van Binnenlandse Zaken? Centraal Fonds. Als het gaat om de financiële kant van de zaak, Centraal Fonds. Dat was uitbesteed aan het Centraal Fonds? Nee, dat was gewoon hun taak. Het uitbestedingsverhaal, wat gisteren aan de orde was, dat heeft 2 jaar gegolden. En dat gold in zijn algemeenheid voor de jaarrekening. Dat was 2 jaar uitbesteed aan het Centraal Fonds. Maar het financiële stuk was überhaupt niet uitbesteed. In die zin, dat was gewoon een wettelijke taak. En welke aspecten bekeek dan het ministerie? Het ministerie heeft op dat moment niks bekeken, want dat deed het Centraal Fonds. We hadden het uitbesteed. Dus, ja, de rechtmatigheid... dus ook het volkshuisvestelijk toezicht? Ja. Rechtmatigheid en volkshuisvestelijk was op dat moment 2 jaar lang uitbesteed aan hun. Ja. Maar voor de helderheid, het financiële stuk überhaupt niet, want dat behoorde tot hun wettelijke taak. Dat konden we niet eens uitbesteden. Ja. Dan heb ik nog een vraag aan u over de toezichtsbelemmerende clausules in het derivatencontract van Vestia. De heer Van der Molen verklaarde gisteren hier dat hij er in oktober 2011 voor het eerst hiervan hoorde. Mm-hmm. Dat er toezichtsbeperkende clausules in de contracten stonden. In oktober? In oktober. Oké. Okay. Wanneer heeft u het voor het eerst gehoord? De dag zelf weet ik niet precies meer, maar dat was december. Toen hadden wij een overleg met Erik Staal. Bij dat overleg zat het Centraal Fonds en zat het WSW en onze directeur-generaal. Dat was het overleg waarop wij van plan waren om een aanwijzing te geven CQ een toezichthouder te benoemen. En tijdens dat overleg kwam Erik Staal met de boodschap, nee, dat kan niet. Want dan hebben we een probleem met de banken, dan creëren we een event. Dus dat was het moment waarop het ministerie voor het eerst hoorde. Daarom kan ik oktober niet helemaal plaatsen, maar goed. Het ministerie hoorde op dat moment
voor het eerst dat deze bepalingen er waren. Ik kende ze gewoon niet. Nee, maar de heer Van der Molen die verklaarde gisteren dat hij het in oktober al wist. Waarom duurt het 2 maanden voordat het ministerie hiervan op de hoogte komt? Kan ik u niet vertellen. Wie moest eigenlijk volgens u weten dat zulke clausules in de contracten stonden? Formeel, Centraal Fonds en uiteraard de Raad van Toezicht. Misschien zelfs de accountant, dat weet ik even niet. Maar als u kijkt naar de externe toezichthouder, dan is dat het Centraal Fonds. Dus niet het ministerie volgens u? Nee, maar, het is een financiële kwestie. Maar uiteindelijk is de minister formeel verantwoordelijk voor Centraal Fonds. Ja. Dus dan hoort toch het ministerie ook te weten van wat Centraal Fonds weet? Via het Centraal Fonds horen wij te weten wat zij kennen, klopt. Ja. Maar wel via hun. Dus als het om het jaarverslag 2008 ging, maar ook over de clausules in derivatencontracten, de omvang van de derivatencontracten. Ja. Je zegt, we hadden het moeten weten, maar dan via Centraal Fonds. Ja. En waarom weet u het niet? Of wist u het niet? Omdat het Centraal Fonds het ook niet wist. Kijk naar de voorzitter. Oktober kan ik verder niet plaatsen. Misschien dat u ze vergist, want volgens mij was het ook voor hem in december. Maar kan het zijn, meneer Van Gister, dat er een onderscheid zat in de toezichtbelemmerende clausules in de derivatencontracten? En dat onderscheid zorgde voor dat eerst de ene categorie bekend werd en later de ander? Ik zal het even toelichten. Je hebt namelijk toezichtbelemmerende clausules in de derivatencontracten die rechtstreeks verwijzen naar het BBSH. Ja. Als daar iets mee gebeurt, dan Chaka afrekenen. Ja. Je hebt ook nog de iets meer, ik noem hem even, gestandaardiseerde toezichtbelemmerende bepalingen. Ja. Die ook in andere bankencontracten zijn opgenomen. Ja. Zou dat kunnen verklaren dat daar wellicht een trap in zat? Dat eerst het ene doordruppel, het algemene verhaal, en daarna pas het specifieke BBSH-stuk? Als u het heeft over de verklaring van Jan van der Molen, dat zou kunnen. Kijk, voor mij waren ze allebei onbekend. Oké, nou, dat is helder. Meneer Van Giessen, het proces van formuleren van een aanwijzing. Kunt u beschrijven nog eens voor de commissie hoe dat ten aanzien van Vestia precies is verlopen? Ja, dat heeft wel een voorgeschiedenis. Er wordt niet gelijk gegrepen naar het instrument aanwijzing. Er is een moment geweest waarop we dachten, en dan zitten we dus half november en erna, dat wij dachten, nou, het wordt misschien wel tijd om met een aanwijzing te komen, CQ een toezichthouder, omdat wij het idee hadden dat ze wel meewerkten, maar het schoot niet erg op. En we hebben een discussie gevoerd met het WSW en het Centraal Fonds hierover. Centraal Fonds en het WSW waren allebei op dat punt zeer terughoudend. Die wilden dat eigenlijk niet. Niet vanwege de events, want dat wisten we volgens mij helemaal niet op dat moment. Maar die waren bang voor repercussies in de financiële markt. En wat duidelijk was, dat de portefeuille van Vestia, die moest hoe dan ook aanzienlijk teruggebracht worden, dus verkocht. Als je met een aanwijzing zou komen, dan zit je, ja, dan wordt het publiek. En dan zou je de onderhandelingspositie van Vestia verzwakken. Dus die waren daar zeer beducht voor. En die waren ook beducht voor de andere corporaties. Dat als dit aan de orde zou komen, ja, dan zou het misschien lastiger worden voor andere corporaties om een financiering op orde te krijgen. Dus die wilden dat nog niet 1, 2, 3. En toen is gezocht naar een constructie om toch te bereiken wat in ieder geval het departement graag wilde. Wij hebben ook advies gehad van 2 heren. Dat is de heer Van den Berg van Financiën en de heer Meijering, ooit SG van OCW. En die gaven ons mee, nou, doe het dan zo dat er geen publiciteit is. En dat betekende wel een toezichthouder, maar geen aanwijzing van het ministerie, maar een aanwijzing van het WSW. Die konden dat wel. Dat was een private aanwijzing, om het zo maar te noemen. En dan hadden we toch bereikt wat we wilden hebben. Dus die constructie, die waren we van plan toe te passen. En dan zitten we in, ik dacht, 10, 11 december. Wat waren nou de belangrijkste beperkingen waaruit u aanliep ten aanzien van een ministeriële aanwijzing? De openbaarheid. En later, maar dat bleek pas in het gesprek met Erik Staal, niet alleen de openbaarheid, toen kwam die hele geschiedenis rondom die events tevoorschijn. Ja, dat was redelijk shocking. Mm-hmm. En die openbaarheid, wie was nou de belangrijkste drijvende kracht om te zeggen van die openbaarheid, dat zorgt ervoor dat we even moeten stoppen met die aanwijzing? Dat gold zowel voor het Centraal Fonds als voor het WSW, maar
voor de helderheid, wij waren ook voorzichtig. Want we hadden dezelfde boodschap meegekregen van nogmaals die twee heren die ik net noemde. Men zat er overigens wat verschillend in. Er is ook advies ingewonnen bij de heer Boot van het WSW, commissaris. En die keek er wat anders tegenaan. Die zei, nou, je kan best wel publiek interveneren. Dat is misschien wel goed. Maar dat advies hebben we toch uiteindelijk niet gevolgd. We hebben gevolgd de heren Van den Berg en Meijerink en uiteraard het WSW en het Centraal Fonds. Toen half december de heer Donner wegging naar de Raad van State, kwam mevrouw Spies als nieuwe minister. Had dat nog invloed op de aanpak van de problematiek? Ja, de nieuwe minister heeft altijd invloed. Maar hier speelde wel in mee dat de heer Donner heeft die events niet of nauwelijks meegekregen. Dus de toezichtbelemmerende clausules, mevrouw Spies vanaf dag 1. En die wilde waarschijnlijk met een schone lei beginnen, dus die is anders erin gaan zitten. Die heeft de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd. En dat anders erin zitten, gold dat alleen ten aanzien van vertrouwelijk informeren en dat soort zaken, of gold dat ook op een andere manier? Nee, dat gold vooral in mijn waarneming dat vertrouwelijk informeren, omdat we liepen op eieren. Mm-hmm. Eigenlijk was ons wapen, wat we altijd gebruikten, het klassieke instrumentarium, ja, dat was er gewoon even niet. Dus het moest buitengewoon omzichtig geopereerd worden. Nou, dat was ook buitengewoon lastig. Men heeft ingezet, mevrouw Spies heeft ingezet, de minister moet ik zeggen, om het bestuur naar huis te sturen kon ook niet. Het was een event. Alles was leken wel een event. Dus je kon de RVC kon je ook niet echt aanpakken. Dus er is ingezet op 1 en 2 bestuurders naast Erik Staal. En geleidelijk aan het vervangen van leden van de RVC van Vestia om te komen tot een bestuur wat in ieder geval goed zou meewerken. En in de voortvarendheid en urgentiebeleving van de aanpak van dit grote probleem, zat daar nog een accentverschil tussen minister Donner en minister Spies? Nee, ik denk alleen dat voor de minister Spies was het zo mogelijk nog urgenter dan het daarvoor al was. Het was sowieso vanaf dag 1 urgent. Mm-hmm. Maar het werd nog urgenter, ja, dat kan ook bijna niet anders, vanwege de dreiging van de events. Toen hadden we niet alleen meer te maken met, hoe heet je die dingen, derivaten en negatieve marktwaarden en margin calls, erg genoeg. Maar we hadden ook nog eens te maken met de mogelijkheid dat de leningen opgeëist zouden worden. In 1 keer. Ja, dan praat je over een scenario waarin je eventueel voor 8 miljard komt dan de sector in beeld. Nou, dat ging bijna het voorstellingsvermogen te boven. In die systematiek van het hele borgingstelsel, waarbij we eerst een centraal fonds hebben, een eventuele sanering, dan het aanspreken van het eigen vermogen van het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw, ja, en uiteindelijk de achtervang van Rijk en gemeenten. Ja. Die systematiek, werd dat nou als een serieus risico gezien bij het afwikkelen van die casus Vestia, dat je wel eens door die 3 trappen heen zou kunnen gaan en uiteindelijk bij de achtervangers terecht zou kunnen komen? Ja. Welke rol speelde dat dan in die hele aanpak? Nou, een buitengewoon grote rol in die zin dat je wist dat je eigenlijk heel voorzichtig moest opereren. Er was een risico, het is niet opgetreden, maar het risico was er wel. En sommigen spraken over een kleine kans, maar ik weet niet waar die kleine kans vandaan komt. Je kunt dat niet statistisch bepalen, maar goed, dat is dan een subjectieve inschatting. Maar er was een risico dat de banken events zouden inroepen. Ja, dan zouden we mogelijkerwijs hangen voor het bedrag waar ik het net over heb. 1 ding is zeker volgens mij, dat was niet op tafel gekomen via de sector, niet via die obligo's of wat dan ook. Dan had men gekeken naar de gemeente en het Rijk. De gemeente, laat me ook wat stug, Rijk. 8, 9 miljard. En dan hadden we inderdaad behoorlijk gehangen. Dan, ja, als de achtervang in beeld komt, dan mag je toch gaan twijfelen aan het stelsel als zodanig. En dat zou betekend hebben dat al die corporaties die afhankelijk zijn van het WSW voor hun financiering, die hadden allemaal op dat moment een groot probleem. Wat nog verder meespeelde, dat heeft niet zoveel in de discussie, niet zo'n grote rol gespeeld. Maar we wisten het wel. Er waren natuurlijk meer corporaties met die derivaten. Dus het had ook nog op die corporaties en hun positie een effect kunnen hebben. Mm-hmm. Het feit dat dat een wel degelijk een rol speelde in de aanpak van het probleem, dat mogelijk je bij de achtervang uitkomt, werd dat nou vooral ingestoken en gedreven door de deelname van het ministerie van Financiën aan de taskforce? Of kwam dat zelf vanuit BZK? Financiën was er natuurlijk beducht voor. Die wilden überhaupt natuurlijk niet dat het Rijk in beeld kwam. Die wilden dat het sector het zou oplossen. Wij trouwens ook.
Eigenlijk waren we het allebei met elkaar wel eens. Ja, dit is een scenario wat je toch eigenlijk liever niet mee gaat maken. Zij niet, wij niet. De volksrechtsvestelijke afwegingen, hebben die nog een specifieke rol gespeeld in de zoektocht naar oplossingen? Voor Vestia? Bij Vestia? Mm-hmm. Nee, dit was vooral een financiële kwestie. Vestia heeft natuurlijk een prima reputatie als het gaat om de volksrechtsvestelijke kant, maar dat speelde vanaf september. Bij mij weet er echt geen rol meer. Dat ze natuurlijk in allerlei wijken investeerden en in gemeentes die dan deels als achtervanger in het dossier terechtkomen. Die hebben natuurlijk ook met Vestia te maken, omdat het om wijken gaat. Maar dat speelde niet een... Dat speelde bij de gemeente uiteraard een rol. Die waren zeer beducht voor het wegvallen van Vestia. Wij trouwens ook, want je zag het gebeuren dat ze met de investeringen zouden gaan stoppen. Daar zat niemand op te wachten. Desalniettemin, de prioriteit was wel helder. Vestia moest opgelost worden. Koet, kekoet. En in die zin moest ook het ministerie, net als de gemeente, het verlies maar nemen. We hadden geen keus. Dit was echt prioriteit nummer één. Volksrechtsvestelijke overwegingen, buitengewoon belangrijk. Maar er is een grens, zullen we zeggen, aan wat je kan. En als het niet kan, ja, dan moet je het ook niet doen. Vestia was met afstand de grootste woningcorporatie. Met zo'n 90.000 verhuurde eenheden, heet dat dan in vakjargon? Nou, er waren nog wel een paar grote. Maar Vestia was de grootste. Zeker. Dat blijkt uit alle cijfers. Voordat Vestia zo groot werd, zaten er een heleboel fusies aan ten grondslag. Ja. Wat was nou het toetsingskader op basis van het ministerie beoordeelde of je iedere keer zo'n fusie aan mocht gaan als coöperatie? Dat was eigenlijk een procesmatige aanpak. We vroegen altijd aan de betreffende gemeenten, CQ, de huurdersorganisaties, wat zij van een eventuele fusie vonden. Die hadden een zwaarwegende stem. Als die niet akkoord zouden gaan met de fusie, dan had de minister in die zin echt een afwegingsprobleem. Dan had hij moeten kijken van ga ik nou wel of ga ik nou niet akkoord. Maar dat is nooit opgetreden. Wij hebben de fusie, bij mijn weten, nooit tegengehouden. Ik kan me in ieder geval niet één herinneren, want ze voldeden altijd aan de eisen. Dus er werd wel gekeken naar bijvoorbeeld lokale verankering. Nou, dat zag er op papier in ieder geval altijd top uit. Er werd gekeken naar het huurbeleid. Enfin, al dat soort dingen werden wel bekeken, zag er goed uit. Er zaten altijd bij die fusieverhalen, overtuigende verhalen, in ieder geval naar onze indruk, waarom het goed was. En wij hadden geen verhaal om het af te keuren. De Kamer was er wat minder enthousiast over. Dat zullen we aan de Kamer vragen, maar Vestia groeide en deide uit en fuseerde door tot 90.000. Ja. Dat was een groot concern, werd het eigenlijk. Speelde nou de omvang die een coöperatie dan bereikte wel ergens een afweging in de rol? Een rol in de afweging, excuus. Nee, dat speelde niet echt een rol in de afweging. Want nogmaals, we hadden geen reden om te zeggen, 80.000, dat kan nog net en 90 kan helemaal niet. Het gaf wel af en toe een onbehagelijk gevoel, dat wel. Intern hebben we ook wel eens discussies gevoerd om te kijken, ja, moeten we nou niet iets gaan verzinnen om de grootte van een corporatie, om daar zekere grenzen aan te stellen. Dat is mogelijkerwijs ook gebeurd, die discussie, aan de hand van wat optrad in de Verenigde Staten en daarna dat je te maken kreeg met zogenaamde systeembanken. Toen gingen wij denken, ja, hebben we dan misschien ook wel systeemcorporaties? Mm-hmm. Nou, mogelijkerwijs hadden we die wel, maar we hadden nog geen criterium om te kunnen bepalen welke corporaties dat eventueel zouden zijn. Maar als dat oplopt dat je wel een systeemcorporatie aan het creëren bent of laat ontstaan, dan zou je ook kunnen denken van je gaat wel zoeken naar een plafond of een veiligheidsklep. We hebben wel intern eens gekeken, moeten we hier iets zoeken waarmee we dat probleem te lijf kunnen. Maar dat hebben we niet gevonden. Overigens, we hebben het ook niet gevonden, geheel onwetend van datgene wat ons te wachten stond. Misschien had dat bij dat probleem had dat wel geholpen. Dat weet ik ook niet zeker overigens. Als je naar het stelsel kijkt, dan is het mijn overtuiging dat hadden wij geen derivaten gehad en geen events, dan stond het gewoon echt als een huis. Het heeft zelfs dit overleefd. Ik kijk nog één keer naar collega Bashir. Meneer Van Giessen, wij hebben ook van de heer Van der Molen begrepen dat de MG 9431 niet op de lijst met vigerende MG's stond. Het stond niet op de site, ja, dat klopt. Dat betekent dus volgens het Centraal Fonds dat de MG dan niet meer in werking is, klopt dat?
Nee, dat lijkt mij niet. Dan moet je hem toch volgens mij intrekken. Maar goed, zeker weten doe ik het ook niet. Laat ik dat vooral eerlijk toegeven. Maar wie moest dat dan naar buiten communiceren? Het ministerie schrijft een MG in 1994. Ja. Dat komt niet op de lijst met de vigerende MG's. Ja. Centraal Fonds zegt dus ja, het is niet geldig. Ja. En u zegt van ja, het is wel geldig. Ja. Maar hoe moest Centraal Fonds dan weten dat de MG geldig is? Centraal Fonds heeft in 1998 het financieel toezicht gekregen. En daarbij heeft ze ook gekregen, tussen haakjes, de daarbij behorende MG's, CQ, BBSH. Dus de regelgeving die we hadden, die hebben zij vanaf 1998 moeten toepassen. Ja, maar u zegt zelf ook van, ja, ik weet zelf ook niet meer of het geldig was. Het was een discussie, dus op een gegeven moment ga je twijfelen. Maar wij hebben altijd de stelling verkondigd, ook richting het Centraal Fonds, dat die wel geldig was. Dan de MG 2001-26. Ja. Daarin zegt u net ook van, ja, er stond een voornemen over het aan banden leggen van de neerbanking activiteiten. Ja. Dat wordt nu pas in de herzieningswet geregeld. Ja. Wie moest in de tussentijd daarop toezien? Centraal Fonds, want dat is de financiële toezichthouder. En op basis van welke wet en regelgeving? BBSH en de genoemde MG's. En die waren volgens mij helder genoeg als het ging om de financiële continuïteit. Maar je kan een stap verder gaan, want de discussie in de tijd met Kamp, want daar komt de discussie toch vandaan. Bij Remkes weet ik het niet precies, dat is ook een beetje voor mijn tijd. Bij Kamp speelde Woonzorg Nederland. Toen kwam die discussie weer over, moeten wij niet de regelgeving aanscherpen en onder andere een treasury-statuut verplichten. Die discussie kwam omdat er een discussie was tussen Kamp en de heer Duivenstein, als ik me goed herinner. En bij Woonzorg Nederland, die hebben risicovol belegd, een paar jaar. En die risicovolle beleggingen die zijn in orde geweest in de Tweede Kamer. De stelling van Kamp toen was, ja, dat hebben ze gedaan, maar er is geen reden tot ingrijpen. Er is geen verlies geleden, ondanks de verliezen op de beleggingen werd er in zijn algemeenheid toch nog winst gemaakt. De financiële continuïteit is niet in gevaar gekomen. En Duivenstein heeft gezegd tijdens dat debat, ja, toch is dat gek. Omdat een corporatie leidt een verlies van, nou, de bedragen exact weet ik ook niet meer, maar laten we zeggen 100 miljoen. Orde grootte. En er gebeurt verder niks. Het is wel maatschappelijk geld. In mijn herinnering vond Kamp dat eigenlijk ook. Daarna kan ik het u niet precies meer vertellen, omdat het gewoon niet uitgewerkt is. Het is wel uitgewerkt, maar daarna van de agenda verdwenen. Er is dus waarschijnlijk wel gezocht naar een aanscherping van de regelgeving om toch iets te kunnen doen wanneer de financiële continuïteit niet in gevaar komt, maar er wel een verlies wordt geleden. Een behoorlijk verlies. Waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dat moet je als corporatie niet willen lopen. Dat is wat ik mij herinner. Ja. Ik zit toch even naar u te luisteren. En ook, ik heb gisteren ook naar de heer Van der Molen geluisterd. Onze commissie valt op dat er een MG uit 94 bestaat. MG 94-31. Mm-hmm. Waarin het staat dat er regels gelden voor derivaten. Dat er niet mee gespeculeerd moet worden. En vervolgens zegt Centraal Fonds we wisten niet of die geldig was, stond niet op de vigerende lijst met MG's, dus wij hoefden het niet te handhaven. U zegt van ja, Centraal Fonds moest het wel handhaven, dus het is uiteindelijk een duur afstemmings... Ja, en toch zie ik het niet echt, omdat stel dat de Centraal Fonds gelijk heeft met de MG 93-94, dan nog maakt dat in mijn ogen weinig uit, want dan haal je nog steeds over het BBSA, de financiële continuïteit. Je houdt nog steeds over de MG 2001-26, die is volgens mij toch wel helder. Want die zegt minimale risico's als het gaat om financieel beleid. Nou, we spreken toch niet over minimale risico's bij vestigen. Maar hoe verklaart u dan de onduidelijkheid die ontstaan is? Hoe kijkt u hierop terug? Dit had toch gewoon kant en klaar duidelijk gemaakt moeten worden richting Centraal Fonds? Dit had kant en klaar duidelijk moeten zijn. Ja. Voorzitter. Dank. Het woord is aan de heer Oskam. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van Giezen, we gaan het hebben over het optreden van het ministerie bij de diverse incidenten. Nou, een daarvan was het stoomschip. Dat kan u zich nog wel goed herinneren. Dat was eigenlijk het eerste project waar het financieel flink misging en waar het ministerie heeft ingegrepen.
En om tot een oplossing te komen, ook wel nauw moest samenwerken en met het Centraal Fonds en met het Waarborgfonds. En onze vraag is eigenlijk, welk effect heeft dit incident nou gehad op de werkwijze van het volkshuisvestelijk toezicht? Het volkshuisvestelijke toezicht was volgens mij niet het punt waar het om draaide bij de boot. Daar bij de boot speelde een rol. Wij hebben het gezien als een meldingsplichtige activiteit. Dus het had gemeld moeten worden. Het is ook gemeld, maar mondeling. Ja. En dat had schriftelijk volgens mij gemoeten. En dat is ook datgene wat minister Vogelaar in de Tweede Kamer heeft gezegd. Procedurefout. Maar het is wel gemeld. En het is ook akkoord bevonden, want wij vonden dat het in overeenstemming was met BBSA, CQ, de diverse MG's, alweer die ene MG, 2001-26. Ja, want mevrouw Bertram was hier gisteren en die zei van, nou ja, eigenlijk vonden wij het in het begin helemaal geen nevenactiviteit, want bij de eerste presentatie door de heer Kromwijk, toen werd gezegd, nou ja, er komen 400 hutten. En dat zijn eigenlijk woningen, dus het zit met name toch op het volkshuisvestelijke vlak en niks nevenactiviteit. En dus ook geen officiële melding en dus ook geen schriftelijke toestemming. Kan. Het is wel als zodanig gemeld door de heer Kromwijk. Laat ik dat dan even vooropstellen. Die vond ook blijkbaar volgens mij dat hij het moest melden. En ik kan dat niet helemaal traceren om twee redenen. A, deed geen toezicht, dat deed ik pas vanaf april 2008. Desalniettemin, ik heb wel gekeken, joh, hoe zat dat nou, want in 2008 speelde dit ook. Er zijn bar weinig stukken. Ik ken wel een business case uit 2008. Die was wat mij betreft wel helder. Meldingsplichtig besluit. Er ligt een business case, ik dacht uit 2005, die ken ik niet. Ik heb hem nooit gezien eerlijk gezegd. Ik weet niet eens of die bestaat. Dus het is lastig beoordelen of het inderdaad alleen maar een kernactiviteit was en als zodanig ook niet gemeld had moeten worden. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk hoe je erin zit, want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de rol van het Waarborgfonds, die kunnen natuurlijk borgen als het om hutten gaat, maar als het een nevenactiviteit is het natuurlijk maar de vraag of zij dan die borging afgeven. Maar ze hebben ook wel helemaal niet geborgd in de zin van een regulier project. Het Waarborgfonds heeft op een gegeven moment, omdat er een liquiditeitstekort speelde bij de boot, ja. Dat speelde vanaf 2008. Dat is die 105 miljoen. Zegt u? Dat is die 105 miljoen die gevraagd werd. Ja, ja. En dat kwam tevoorschijn in het voorjaar 2008. En dat moest opgelost worden. Nou, dan is er een discussie geweest, ook intern neem ik aan bij het Waarborgfonds. Ja, is het nou een projectsteun of is dit een liquiditeitstekort tijdelijk? Onze stelling was, het is een tijdelijk liquiditeitstekort. Daar zijn zij in meegegaan. Okay. En dan kan het wel. Maar het moet wel tijdelijk zijn. Ja. Oké, nou ja, we kunnen er uitgebreid over doorpraten, maar dat hebben we ook al met anderen gedaan. Zullen we niet doen. Kunt u dan zeggen van of dit soort incidenten, of dat dan nog bij partijen als het Centraal Fonds en het Waarborgfonds tot een verandering van de werkwijze, dat ze daar scherper op worden of dat ze daar preciezer in worden of meer transparanter naar buiten, wat ze wel en niet acceptabel vinden? Is er iets veranderd, zeg maar, na Woonbron? Er is zeker wat veranderd. Ik kan natuurlijk niet precies vertellen wat er veranderd is bij het Centraal Fonds, CQ2SW. Al is de aandacht voor liquiditeitsproblemen bij het Centraal Fonds volgens mij wel toegenomen vanaf die periode. Het WSW kan ik niet goed inschatten. Die zijn wel scherper gaan kijken, denk ik, alweer naar het instrument liquiditeitstekorten. Wanneer mag je het wel toepassen en wanneer niet? Het ministerie, ja, wij zeker, want wij hebben een brief gemaakt vanaf het moment dat Van der Laan binnenkwam. En toen speelden al Servatius, toen speelde Woonbron en toen speelde ook Rochdale. Ja. Is er een brief voorbereid, de bekende junibrief 2009, om het stelsel in ieder geval op een aantal onderdelen aan te passen, gelet op de ervaringen die we hadden. Dus ja, wij hebben wel. We zijn er anders in gaan zitten vanaf die tijd. Met name het commerciële stuk. Ja, daar wilden we toch wel grenzen aan stellen. Dat heeft ons dan toch wel verrast dat je zo ver kon gaan met een project als kon ten tijde van Woonbron. Ja. Nou, u zei dat volkshuisvestelijk toezicht heeft daar misschien niet zoveel meer mee te maken, omdat het om die kredieten ging. Laat ik er dan toch nog even op terugkomen. Waar wij natuurlijk erg nieuwsgierig naar zijn, is hoe het ministerie toezicht hield en hoe zij, zeg maar, misstanden tot zich kreeg, maar bijvoorbeeld ook melden aan de minister. Gisteren is aan de orde gekomen die e-mail van als mevrouw Dekker hoort dat hij in een Maserati rijdt, dan klimt ze over de tafel. Nou ja, dat is natuurlijk misschien een beetje een flauwekulletje. Maar,
Maar er zijn natuurlijk ook wel andere dingen geweest, zoals bijvoorbeeld in Rochdale de makelaardij. En wanneer zegt een directeur nu stap ik naar de minister en nu ga ik dit melden? Waar ligt de grens bij u? Als er dingen misgaan. Als er dingen misgaan, dan ga je altijd naar de minister. Zeker in je begin met je directeur-generaal en je gaat naar de minister. Weet niet. Maar enorme grond aankopen waar het Rijk moet bijdragen, ja, het lijkt me duidelijk. Maar bijvoorbeeld, als u nou hoort dat Mullenkamp in een Maserati rijdt, is dat dan meldenswaardig aan de directeur, aan de minister? Of hoeft in mijn dat ogen, nee. Niet. De Maserati, die, ik weet niet wanneer ik het voor het eerst hoorde, ik dacht ook in 2008, eind 2008. Nee, dat vind ik een. Dat moet je niet doen. Maar kan je anders over denken. De heer Mullenkamp toen, 2008, ja, nu weet je veel meer. Maar die was. Verdiende die behoorlijk. Men verdiende overigens te veel, vond de hele politiek. Ja. En B, had hij een rijke vrouw. Dus ja, dat die man in een Maserati reed, daar keek ik niet van op. Wat ik niet wist, maar dat is een ander verhaal, dat hij deed op kosten van de zaak. En in strijd met het interne beleid. Ja, lijkt mij een zaak voor de RVC. Moeten ze aanpakken. Okay. Hebben ze ook uiteindelijk overigens gedaan. Dus dat is eigenlijk descorporaties dan? In mijn ogen wel, ja. Okay. Nou, gisteren spraken we ook met de heer Schaap. En ging het over hoeveel toezichthouders er nou waren bij het ministerie. Uiteindelijk begrijpen wij wel dat het er 10 zijn. En dat zegt ook de Algemene Rekenkamer in haar laatste rapport. Maar mevrouw Bertram zei, ja, er zijn er ook wel eens 30 geweest. En meneer Schaap heeft gezegd, nou, 10 vaste toezichthouders ongeveer. En als die jaarverslagen binnenkwamen, dan hadden we er 30. Want er werden natuurlijk al die jaarverslagen van honderden corporaties uitgeplozen. En de vraag is dat nou genoeg? Kan je dan op zo'n manier goed je werk doen? Dat is eigenlijk de vraag. In mijn ogen wel. Die 10 waren misschien ook kwalitatief goede medewerkers. En het systeem was inderdaad tussen haakjes passief. Hè. Je keek dus op basis van jaarverslagen en dat soort dingen keken naar het functioneren van. En je keek naar de signalen die binnenkwamen. Die kwamen binnen. Nou, en dan gingen we erop af. Daarnaast hadden we zogenaamde accounts. Maar dat waren geen echte toezichthouders, althans in mijn ogen. Dat was oog- en oorfunctie in de regio. Dus die moesten het beleid uitdragen. En datgene wat speelde bij corporaties, dat moesten ze weer melden bij ons centraal. Daar konden ook meldingen bij zitten van, joh, je moet eens gaan kijken naar deze corporatie of die, want dat zou wel eens niet kunnen kloppen. Dus wij acteerden wel op basis van meldingen en we acteerden uiteraard op basis van de jaarverslagen. Dat hebben we elk jaar gedaan. Dat was elk jaar geen feest, want we hadden elk jaar grote bonjes met Edes, onder andere Edes, over die brieven die we stuurden. Die vonden dat vaak geneuzel. Soms hadden ze nog een punt ook, hè. Er stonden wel eens dingen verkeerd in. Nou, dat is altijd een ramp, omdat we bijvoorbeeld verkeerde informatie kregen. Schreven wij vervolgens een brief en tikten ze op de vingers. Ja. Terwijl ze zelf de verkeerde informatie stuurden. Maar goed, dan was het leed al geleden in de pers. Men was niet al te blij met de brieven van het ministerie, want we waren behoorlijk streng in de zin van, ook al was het een kleine overtreding, het was een overtreding en we gingen erachteraan. Ja. En die 10 was volgens mij voor het volkshuisvestelijke deel gewoon goed. Want het volkshuisvestelijke toezicht, daar wordt door velen wat kritisch naar gekeken. Nou, dat mag. Maar daar hoor ik zelf toch eigenlijk niet bij. Het stelsel zoals we hadden, dat werkte vooral lokaal. En volkshuisvesting, het is vaak gezegd, ook door Van Leeuwen, volkshuisvesting is lokaal, daar heeft hij gelijk in. En daar was het stelsel ook op ingericht in die zin dat de gemeente moest met name met de corporatie eruit zien te komen. Als de gemeente vond dat de corporatie hun taken niet goed oppakte, CQ verwaarloosde, de verkeerde dingen deden, konden ze altijd langskomen bij het ministerie. Nooit gebeurd. 1 uitzondering. En dat was ten tijde van Remkes. Toen hebben we in Den Haag een discussie gehad tussen de corporaties en de gemeente met Remkes. En dat liep op niks uit. Dat is op een gegeven moment weer opgelost. Dat was de enige keer dat, bij mijn weten, de gemeente echt aan de bel hebben getrokken. Maar zo werkte het. Okay. Ga naar een andere casus, WSG. Ah. Want daar speelde het Waarborgfonds ook een aparte rol. Ja. Daar is een rapport over uitgebracht door Deloitte. Het was een vertrouwelijk rapport. En dat is niet bij iedereen terechtgekomen, hebben wij begrepen. Nee. Wel bij u? Nee. Niet bij u? Nee. Nee? Okay. Nee, niet dat ik weet. Okay. Nee. Heeft u wel daar iets van gehoord, van het rapport? Of niet? Nee. Later. Oké. Okay. Ja, want Van der Molen heeft een brief gestuurd naar het ministerie. En, of een mail. En dan zegt hij, nou, er zitten nogal wat pijnpunten in het rapport over het functioneren van de WSW. Ja, dat laatste, dat zou kunnen. Ik heb hier al die mails voor handen.
Maar het pijnpunt kan ik me wel herinneren, want het WSW, dat was wel het punt van Jan van der Molen in dat tijd. Het WSW heeft tot ruimhartig, was zijn stelling, is ruimhartig omgesprongen met het borgen van leningen. Ja. Ja. En het werd niet altijd aan de goede dingen uitgegeven? Dat weet ik niet. Nou, het ging hier natuurlijk om grond aankopen, hè, die uiteindelijk allemaal minder waard zijn geworden en ook wel niet de goede bestemming hadden. Maar u heeft niet na de hand nog tegen hem gezegd van nou mag ik dat rapport eens zien? Heeft het ministerie, nee. Iemand anders van het ministerie dat rapport gekregen? Niet dat ik weet. Niet dat u weet? Nee. Nee. En dat speelt ze allemaal af volgens mij in, nou moet ik goed nadenken, ik dacht WSG 2011. Wij hebben er toen niet meer naar gekeken, sluit niet uit, ook vanwege het feit. Want ik heb dat wel voor mezelf genoteerd toen de tijd van, joh, daar zit iets niet helemaal lekker bij het WSW. Ze zijn wat te gul geweest, stelling van Jan van der Molen, en ik geloof hem, met het borgen van leningen. Want ze hebben een eigen regel, 50% hè, mag je aan loswaarde hebben als het gaat om leningen, dat is de max. En daar zaten ze toch wel ruim overheen. Dus dat was wel een punt om een keer met hun over te hebben. Maar we zaten toen al midden in een andere affaire. Dus ja, dat is er niet van gekomen. Nee. Ja, want het is zo apart natuurlijk dat u op dat moment wel hoofd van toezicht was. En dat Van der Molen toch niet de minste zegt van nou ja, er klopt een aantal dingen kloppen niet bij het Waarborgfonds over die borging. Dus zou je toch zeggen van nou ja, dan vraag je om dat rapport of... Het was een vertrouwelijk rapport. Ik weet niet eens of ik het gekregen zou hebben. Maar wat ik zeg, we hebben dat niet gedaan. Tenminste, ik heb het niet gedaan. Laat ik me tot mezelf beperken. Omdat we op dat moment midden in een hele andere affaire zaten. Vestia. Van der Post was hier ook. Die zei, ik heb het ook niet gekregen. Die had er nog nooit van gehoord. En dat was natuurlijk op zich wel apart. Omdat het over het WSW ging. Dus je zou zeggen, van, nou ja, als er nou dingen niet deugen bij het WSW. Dan ga je dat wel in ieder geval met het WSW bespreken. Maar... Ja, maar wat Van der Post zegt, dat weet ik gewoon niet. Geen idee. Nee. Dat is gek. Goed, meneer Van der Molen was hier gisteren en die zei dat het financieringssystematiek van het WSW sinds 2007 een nieuwe systematiek heeft geleid tot een verlies aan informatie over de besteding van de geborgde gelden bij het WSW. Nou, een van de voorbeelden is misschien ook wel dat WSG. En dat de toetsing door het WSW niet echt scherp is geweest. Bent u dat met hem eens? Dat laatste kan ik niet met hem eens zijn, maar ik kan het ook niet bestrijden, ik weet het gewoon niet. Nee. Maar het zou kunnen, want de systematiek is veranderd. Men had projectfinanciering en men is in 2007 overgegaan op het zogenaamde bedrijfsfinanciering. Daar hadden ze wel een uitgekiende systematiek voor. Maar je hebt geen zicht meer op de projecten zelf. En nou, toen de tijd leek ook ons dat, het was niet eens echt een punt van discussie volgens mij. Maar ontleek ons dat ook een goed systeem. Mede vanwege het feit dat op deze manier werden de zogenaamde administratieve lasten werden aanzienlijk teruggebracht. Dat was overigens een punt wat elk jaar speelde in de discussie. Wij hebben zelfs gehad, meen ik mij te herinneren, de ACTAL-commissie. Ik ben het even kwijt. Maar die keken dus permanent naar, mag het wat minder met de lastendruk? Dat was overigens de sfeer überhaupt hè, ten tijde van al die kabinetten Balkenende was het minder regelgeving, toezicht op afstand. Dus daar hadden wij ook wel last van. Nou, dit leverde een bijdrage aan minder regelgeving, minder lastendruk. En het leek ook een verantwoord systeem, voor zover ik dat kon beoordelen. Dus, nou ja. Maar goed, er werd uiteindelijk niet gecontroleerd waar het geld naartoe ging. Hè? Dus er werd heel vaak geld geborgd. En dat ging dan eigenlijk naar de verkeerde dingen. Maar ja. Nou, dat laatste, dat weet ik dus niet. Hè? Of het heel vaak ergens heen ging waar ik niet thuis hoorde, kan ik gewoon niet beamen. Het ging in ieder geval niet goed. Maar ik weet niet eens zeker of het naar de verkeerde projecten ging. Maar er was te veel geborgd. Dat is helder. Maar dat is in principe een zaak van het WSW en hun raad van toezicht. Precies, maar in ieder geval werd niet gecontroleerd waar het geld uiteindelijk echt naartoe ging. Nee, niet door het WSW. En nou, zeker niet door ons, want wij waren geen financieel toezichthouder. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nog één vraag over die mail die ik net noemde van Van der Molen aan u. Nou, het lijkt een beetje op klikken. En Van der Post zegt ik wist van niks. Dus dat geeft niet een hele leuke sfeer weer tussen het Waarborgfonds en het Centraal Fonds. Zat er spanning tussen die twee partijen? Ja, er zat wel spanning tussen die twee partijen. In mijn waarneming hebben ze overigens altijd goed samengewerkt. Maar er was ook spanning. Er was rivaliteit, vond ik, tussen de twee heren. Ja. Maar dat ben ik toch geneigd op het... Althans, toen was ik geneigd om dat toe te schrijven aan het ego van beide. En niet meer en niet minder dan dat. Nee.
We hadden ook wel eens rivaliteit met het Centraal Fonds. Ja. Daar ontkom je ook niet helemaal aan. Maar in essentie konden wij het met elkaar, vond ik, altijd goed vinden. Vertrouwde ik zowel het Centraal Fonds als het WSW. En had ik maar enkele aanleidingen om te denken dat ik daar op dat punt fout zat. Want alle incidenten die ik heb meegemaakt en waarin we moesten samenwerken met het Centraal Fonds, CQ het WSW, zijn in mijn ogen altijd goed gelopen. Okay, maar dat was en beide waren professioneel, althans naar mijn mening. Maar dat was voor u geen aanleiding om in te grijpen of daar ze te bemiddelen? Nee, nou, alleen dat ene punt waar we net over hadden, dat had ik wel in mijn achterhoofd. Maar ik dacht, nou, eerst maar Vestia en dan gaan we daarna wel eens kijken. Maar het was op dat moment voor mij geen zwaarwegend iets. Nou. Concluderend over het toezicht. U zei, we waren met 10 man en we deden al die corporaties. En het zat eigenlijk toch vooral bij de gemeente die dat toezicht moesten doen. Is het dan toezicht op hoofdlijnen en grijpt het ministerie in als er meldingen van misstanden komen? Ja, behalve dan, dat is zo. Op één uitzondering na, in ieder geval twee moet ik zeggen. Er waren een aantal dingen die moesten preventief. Dus bijvoorbeeld een fusie en dat soort zaken moest je van tevoren melden. Verkoop van woningen. Dus dat was niet achteraf, dat was vooraf. En als het ging om de meldingsplichtige activiteiten waar we het net over hadden. Ja, dat werd door het ministerie bekeken. Daar hadden we wel een kluif aan. We hebben wel discussies gehad. Ook voorafgaande aan de boot. Servaties is zo'n voorbeeld. Maar we hadden ook bijvoorbeeld, als je terugleest, denk je, oh ja, Slotervaartziekenhuis. Dat is een beeld geweest, onder andere, om overgenomen te worden door twee corporaties. De Kei en het Oosten heette ze, geloof ik, toen. Het Stadgenoot tegenwoordig. Dus daar hadden we wel wat mee te stellen. Jachthavens, enfin. Daar is wel strak naar gekeken. Dank u, meneer Oskam. Meneer Van Giessen, nog even over dat vertrouwelijke rapport van Deloitte ten aanzien van het functioneren van het WSW bij Geert Rijdenberg. Dat mail van CFV-directeur Van der Molen aan u, daar staat letterlijk in dat het vertrouwelijke rapport aan Merijn is overhandigd. Merijn, dat is uw voornaam. Ja. U zegt net, ik heb dat rapport nooit gezien. Nee, klopt. Ik kan het ook niet herinneren. Ja. Dat is, en dat staat erin. Ja, ik heb er gewoon niet paraat, maar... Nee, dat staat erin, hoor. En, ik geloof het. Uit ons onderzoek blijkt ook dat het rapport, hoe dan ook, bij het ministerie is terechtgekomen. Ja, dat kan ik ook niet tegenspreken, maar ik blijf bij wat ik net zei. Ik ken het niet. Als ik het al gehad heb, heb ik het in ieder geval nooit ingezien, maar ik heb daar ook geen herinnering aan. Ik weet het gewoon niet. We zullen het rapport er straks nog even bijpakken. We moeten nu even door... Maar het is natuurlijk wel een verschil, meneer Van Giessen, tussen niet herinneren en de keiharde stelling van ik heb het niet gehad. Ja, dat is wel van belang voor de commissie. Dat ben ik wel met u eens, maar wat u net vertelt, dat ik word met naam en toenaam genoemd in die mail, ja, dat heb ik niet paraat. En als u het nu zo stelt, dan denk ik, ja, dan kan ik alleen nog maar zeggen dat ik het niet weet. Ik parkeer het even. Ik ga het even parkeren. We gaan even door. Het woord is nu aan collega Mulder. Ja, dank, voorzitter. Ik wil graag met u doorpraten, zoals mijn collega Oskam ook al deed, over het volkshuisvestelijke toezicht. Wat is precies het volkshuisvestelijk toezicht dat het ministerie moet uitoefenen? Dat is, zijn een aantal dingen. Dat is de integriteit, dat is de rechtmatigheid en dat zijn de prestaties. En ook de doelmatigheid. Doelmatigheid hadden wij eigenlijk niet echt in de portefeuille. Ik zou niet weten hoe we dat hadden moeten doen. Ja. Ik weet niet, er is begin deze maand een rapport uitgekomen van de Algemene Rekenkamer. Ik weet niet of u dat kent. Nee. Ik zal daar iets uit voorlezen. Centraal in ons onderzoek, dat is dit rapport, begin deze maand. Ik weet, u bent niet meer werkzaam bij het ministerie, dus ik weet niet ook niet of u het volgt, maar ik lees het voor. Centraal in ons onderzoek staat de werking van het zogenoemde volkshuisvestelijk toezicht. Dit is het toezicht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst uitoefent en dat zich richt op de vraag of woningcorporaties erin slagen hun publieke kerntaak, het bouwen, beheren en verhuren van voldoende betaalbare woningen, en dan komt die, effectief, doelmatig, rechtmatig en integer uit te voeren. Ja. Het eerste wat ik constateer is dat de Algemene Rekenkamer de taken van het ministerie uitgebreider ziet dan het ministerie zelf. Als u zegt doelmatigheid hoort er niet bij. Nou, doelmatigheid hadden wij niet zo snel een oordeel over. Want we konden dat niet goed beoordelen.
Ja, maar als het wel je verantwoordelijkheid is, dan ga je toch zoeken naar een methode om dat wel te kunnen beoordelen? Ja, op macroniveau deden we dat ook. En daar was naar mijn mening, hebben ze daar over het algemeen hun werk gewoon goed verricht, de corporaties. Als je kijkt naar de prestaties, kan ik alleen maar zeggen, nou, die hebben ze geleverd. Of het, dus in die zin, ze waren zeer doelgericht wat dat betreft. Ze hebben de woningen, ik heb nooit een klacht of wat dan ook gehoord op dat punt. Als het gaat om het voorzien in de woningbehoeften van degene die dat nodig hebben qua inkomen, hebben ze volgens mij gewoon prima gefunctioneerd. Als het gaat om de wijkaanpak, prima gefunctioneerd. In die zin, doelmatig. Ja, dat zegt u. In 2005 heeft de Tweede Kamer zelf een onderzoek laten doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van woningcorporaties. Dat is dit rapport. Het RIGO-rapport uit 2005. Ja. En daarin staat dat beoordeling van de effectiviteit niet goed mogelijk is. Nou, dat laatste is ook waar. Dat is er niet goed mogelijk. Maar u zegt dat ze het goed hebben gedaan. Als je macro kijkt, en je kan het niet beoordelen. Als je macro kijkt, zeg ik, dan is mijn stelling ja. Want dat was een debat wat elk jaar plaatsvond met de Tweede Kamer. En er werd gedebatteerd over de vraag, hebben ze nou voldoende gedaan dit jaar, ja of nee? Nou, we hebben een periode gehad van mevrouw Dekker, waarin het beeld was macro. Nee, ze zouden meer moeten doen. Ze moeten meer investeren. Nou, er is ook druk uitgeoefend op de corporaties om dat te doen. Is ook gebeurd. Maar in zijn algemeenheid hadden we dus wel een discussie. Hebben ze gedaan wat ze moeten doen? Met name huisvesten van lage inkomensgroepen. Antwoord ja, macro. Of dat op microniveau per corporatie effectief en doelmatig was. Ja, dat konden wij niet beoordelen. Dat kan zelfs volgens mij het Centraal Fonds niet beoordelen. Hetzelfde rapport wat ik net citeer is, ook inzicht in kostenefficiëntie van woningcorporaties ontbreekt. Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Ja, en als je daar dan toezicht op moet houden, dan zou bij mij de alarmbel gaan afgaan. Ja, maar dat is echt een discussiepunt, die efficiëntie, of je daar toezicht op moet houden. Mijn stelling was altijd van nee, dat hoef je helemaal niet te doen. Dat moet de RFC doen, dat kunnen wij gewoon niet. En als je dat doet, dan zit je al, voordat ik het weet, op de stoel van de bestuurder. Okay. Dat moet je ook niet willen. Maar wie is dan politiek verantwoordelijk voor de toezicht, om ervoor te zorgen dat het stelsel werkt? De minister. Die moet zorgen dat het stelsel doelmatig en effectief is. Ja, voor zover de mogelijkheden strekken. En de minister is verantwoordelijk voor het systeem, zegt u? Staat dat ook in de wet, voor zover de mogelijkheden strekken? Ik weet niet of dat in de wet staat, maar het lijkt me redelijk. En het stelsel werkt te maken ook. Maar u zegt, het gaat om het interne toezicht. Daarvan zijn rapporten dat interne toezicht, en die rapporten zijn ook van het CFV, vanaf 2000 niet werkt. Ja. Dus als je als ministerie vertrouwt op het interne toezicht, je krijgt mededelingen dat het interne toezicht niet werkt. Wat doe je dan? Ja, maar de mededeling dat het niet werkt, dat is wel heel algemeen. Als het gaat om een bepaalde corporatie, over het algemeen werkt het volgens mij wel. Het was bij de casussen waar we het over hebben, heeft het niet gewerkt. Dat klopt. Anders hadden we dat probleem waarschijnlijk ook niet gehad. Daar heeft de RFC niet goed gefunctioneerd, bij woonbonnen, noem maar op. Maar in zijn algemeenheid kan ik dat niet voor mijn rekening nemen. Mijn stelling is juist dat het macro wel goed gewerkt heeft. Okay. Alleen het kostenefficiëntie konden wij gewoon niet als departement beoordelen. Dat was ook een discussie, de bedrijfslasten, dat was al het eeuwige punt. Die waren te hoog. Ja, daar leek het inderdaad op, want die stegen harder dan de inflatie. Maar hoe kwam dat? Nou, daar is meerdere keren naar gekeken, ook door het Centraal Fonds. En elke keer was het verhaal, het lijkt erop, maar let wel, lijkt dat het niet efficiënt gebeurt. Maar we weten het niet zeker. Want je moet beseffen dat bijvoorbeeld bij de corporaties en allerlei uitgaven aan leefbaarheid. Ja, ja dat is daar is moeilijk van te bepalen of dat efficiënt of kostenbewust gaat, ja of nee. Dat gaat bijna niet. Uw stelling is, je kan wel een macrobeeld geven, ook als je niet de microgegevens weet. Dat kan je volgens mij doen. Okay. En de kostenefficiëntie, dus de bedrijfslasten discussie, dat was een reële discussie. Maar daar hebben wij altijd met enige afstand naar gekeken. Maar hoe doe je dat dan, het macro beoordelen zonder de microgegevens? Je kunt toch, dat deed het Centraal Fonds voor een gedeelte. Die verzamelde alle gegevens van de corporaties. Dat was het bekende sectorbeeld wat één keer per jaar naar de Kamer ging. Daar stond in de prestaties op een reeks onderwerpen. Dus de nieuwbouw, de verbetering, de energie, prestaties. En nog een paar dingen. En daarvan, dat deed je dan via een discussie met de Tweede Kamer. Vinden wij dit met elkaar ja of nee voldoende? En over het algemeen, mijn mening, was het antwoord ja. Behalve in de periode, in ieder geval in de periode Dekker, toen iedereen zei van, nou, dat mag wel een tandje bij. De Rekenkamer concludeert in dat rapport, en ik begrijp dat u dat niet kent, maar de hoofdconclusie is
Het toezicht op de wijze waarop woningcorporaties hun publieke kerntaak uitvoeren was de afgelopen 20 jaar afwachtend en onvolledig. Onderschrijft u die conclusie? Nee, die onderschrijf ik niet, omdat wij, ik weet niet wat de Rekenkamer allemaal geschreven heeft, maar wij voerden niet een toezicht. We keken niet naar of de corporatie bijvoorbeeld hun eigen doelstellingen bereikte. Daar keken wij helemaal niet naar, konden ook niet naar kijken. We keken op de manier zoals voorgeschreven was in die wet en regelgeving. Dus dat betekende 1 keer per jaar aan de hand van de jaarverslagen naar de volkshuisvestelijke aspecten. En dan had je bij rechtmatigheid, kon je dan scherp kijken. Mm-hmm. Dat was ook niet altijd even makkelijk, maar dat kon. Als het ging om de volkshuisvestelijke prestaties van een corporatie in bijvoorbeeld Tietjerstra Deel, of in Delfzijl, of in Heerlen. Als het dan ging om de lokale prestaties, dan had je eigenlijk maar 1 oplossing. Dat was gemeente, zeker huurdersorganisaties of wie dan ook. Want wij konden niet bepalen of die ene corporatie voldoende investeerde, bijvoorbeeld in stad A, B of C. Zouden we niet, kan gewoon niet. Maar u herkent dat beeld niet, maar hoe komt de Algemene Rekenkamer dan aan dat beeld? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik u niet vertellen. Geen idee. Nee. We hadden het net over, mijn collega Oskam, over de capaciteit voor het toezicht. 10 FTE, was dat voldoende? Ja. Ja, want de Rekenkamer zegt, een van de oorzaken dat dat niet het geval is, is dat er te weinig capaciteit is. Ja, maar dat vond u van niet? Nee, kunnen ze vinden, maar ik vind van niet. Slot van rekening, al had ik er 40 gehad die toezicht zouden doen, dan nog hadden wij nooit een oordeel kunnen geven over de vraag of een corporatie A in woonplaats B, of die daar lokaal voldoende investeren. Ja, maar werkt het toezicht dan via het piepsysteem? Als de gemeentes niks van zich laten horen, dan zal het wel goed zijn. En er was er 1 gemeente die een keer contact heeft gezocht met het ministerie. Ja. En dan trekt het ministerie de conclusie, het gaat goed. Dan hebben wij geen reden om te denken, het gaat slecht. En zeker niet als je dat legt naast de beelden die macro wel beschikbaar waren. Met de uitzondering waar ik het net over had, hè, dus de periode Dekker, waarin met name matching een grote rol speelde en men vond. Dat is ook een periode geweest dat ze ongeveer 10.000 woningen bouwden, orde grootte van. Ja, dat was op een gegeven moment omdat we ook te maken kregen met een woningbouwproductie die ontzettend inzakte. Toen gingen we jagen, ook op richting corporaties, van joh, je moet wel wat meer je best gaan doen, ook met die woningbouwproductie. Maar dat was macro. Want we hadden wel, macro hadden we wel een soort norm, dat was dan het zogenaamde woningtekort. Dat kon je nog uitsplitsen, je kon nog kijken van in welke categorieën is er nou echt een tekort. En wat kunnen de corporaties daar eventueel aan doen? Nou, dat hebben we gedaan. Dat is ook gebeurd onder Dekker. Maar alleen macro. Ja. Dus u vond u dat u het volkshuisvestelijk toezicht goed kon uitoefenen? Voldoende capaciteit? Ja. Voldoende bevoegdheden? Ja. Voldoende kwaliteit van mensen? Ja. Geen enkele reden om naar de minister of staatssecretaris te gaan van, hé, dit lukt ons niet. Nee, heb ik niet gedaan. Oké. Volgens de Rekenkamer heeft de minister de wettelijke plicht zich jaarlijks een oordeel te vormen over de prestaties van woningcorporaties. Ja. De Rekenkamer stelt, dit is de afgelopen 20 jaar niet gebeurd, waardoor er geen goed beeld van het functioneren van de individuele corporaties is. Wat ziet u daarvan? Ja, ook niet. Nou, die Rekenkamer heb ik niet gelezen, het is wat lastig. Ja, maar dat, niet begrijp ik, dat begrijp ik. Ja, maar meneer is zo wel uit te horen, want ik deel de stelling gewoon helemaal niet. Nee, dat op macro-niveau is er jaarlijks gedebatteerd met de Tweede Kamer over de prestaties. Dus ja, ik kan dat kan gewoon niet volgen. Ja. Dus er was ook geen reden om te zeggen, minister, wij komen niet toe aan een goede oordeelsvorming. We moeten bevoegdheden hebben, capaciteit niks. Nee. Nee. De oordeelsbrieven die jaarlijks naar de corporaties werden gestuurd bestonden uit een financieel en een volkshuisvestelijk deel. Ja. Wat was de toegevoegde waarde vanuit het ministerie ten opzichte van de gegevens van het Centraal Fonds daarbij? Dat zat met name in de rechtmatigheid van het handelen van de corporaties. Waar we het eerder over hadden, mag je bijvoorbeeld een lening geven aan je eigen personeel om er wat te noemen? Antwoord nee. Daar zat met name de toegevoegde waarde in. Mag je bijvoorbeeld beginnen aan, ik noem maar wat, een jachthaven? Antwoord nee. Dus al dat soort dingen die goed te bekijken waren, ook op lokaal niveau, want rechtmatigheid kun je redelijk scherp bekijken. Niet dat dat makkelijk is, maar dat kan je redelijk scherp bekijken. Ja, daar konden wij van zeggen, joh, dit kan helemaal niet. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Ik kom daar zo nog op dit soort zaken. In de periode 2008-2011 heeft de minister het Centraal Fonds ook gevraagd jaarlijks een advies uit te brengen over de beoordeling van volkshuisvestelijke prestaties. Waarom vroeg de minister dit aan het Centraal Fonds? Weet u dat?
Heeft u het nu over die uitbesteding? Ja. Was dat het? Nou, volgens mij was dat niet meer dan een kwestie van efficiënt werken op dat moment. Ze deden toch al het ene stuk, namelijk als ze keken altijd naar jaarverslagen, jaarrekeningen, noem maar op. Het was nog niet eens zo gek om het uit te besteden dan aan het Centraal Fonds, om dan ook met dat andere stuk mee te nemen. Dus dat is 2 jaar gebeurd en daarna zijn ze gestopt, maar ik weet niet precies meer waarom. Maar enfin, het komt terug naar het ministerie. Ja. Het heeft overigens ook niet geleid, bij mijn weten, tot grote verschillen toen zij deden en wij. Dus dit, ja, mijn vraag zou zijn, vergroten dit het inzicht in de prestaties van de corporaties? Nee, dat bleef hetzelfde. De prestaties zoals we dat net hebben besproken, in die zin lokaal, deden ze lokaal wat ze moesten doen. Nee, dat vergroten het inzicht niet, want dat, nogmaals, dat hebben we niet. Dat heeft de gemeente en dat hebben de bewonersorganisaties enzovoort. Niet te vergeten al die partners met wie corporaties over kunnen samenwerken, wonen, zorg en noem maar op. Daar zaten ze veel mee aan tafel. En nou ja, op dat punt hebben wij eigenlijk nooit gehoord dat het niet goed liep. En daar leiden wij inderdaad uit af. Nou, dan loopt het dus goed. Dat klopt. Ja. Ik heb bijna een hele suggestieve vraag te stellen. Ga je gang. Namelijk dat het toezicht zo beperkt was dat het Centraal Fonds het er makkelijk bij kon doen. Maar... Nee, want dan hadden ze waarschijnlijk gezegd van nou doe mij maar die 10 man, dus dan is het gewoon verschuiven van personeel. Mm-hmm. Ze hadden zeker niet gezegd, nou wij kunnen dat erbij doen zonder die 10 van jullie. No way. Die 10 waren wel bezig. Ja. Alleen al het feit dat we te maken hadden met de nodige meldingsplichtige gevallen, waarvan een gedeelte nogmaals niet werd aangemeld. Hè. Dus je kon altijd de jaarverslagen doornemen, het waren er toch gauw 400. Misschien toen ik begon 500, ik weet het niet meer. Het was wel een klus. En dan moest je vervolgens per corporatie kijken, joh, hoe zit dat nou? Nou, als het dan mis was, 1 op de 5, dachten we toch van ja, hier klopt het niet. Dan moest je gaan schrijven, dan kreeg je een correspondentie. Maar dan ben je wel aardig van de straat. Ja. Was het volkshuisvestelijk toezicht, was dat nou vooral een papieren toezicht? Het bekijken van de jaarverslagen? Ja. Ja, papieren toezicht klinkt niet krachtig, hè? Maar... Nee, maar als er ook geen reden voor is. Omdat er niet werd gepiept? Ja. Klopt. Het stelsel heeft als zodanig ook, het is ook zo in elkaar gezet. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel een punt misschien om even te melden. Als het anders in elkaar gezeten had, oké. Maar het is vanaf 1993 krijg je dus de BBSH. Daar gaat aan vooraf een rapport van de commissie Koopman. Ik ben even kwijt hoe het rapport heette. Dat rapport, dat heeft ertoe geleid dat er met name procesmatig werd gekeken naar de invulling van de volkshuisvestelijke taken. Dat was het aan de gemeente en de lokale partijen. En volgens mij was de keuze van toen, later keer op keer bevestigd in de brieven van bijvoorbeeld Tommel, maar ook van mevrouw Dekker, was gewoon de goede. Dus wij hebben bijvoorbeeld de fameuze brief van 2005, waarvan Jan van der Schaar zei, nou dat is dan een hele mooie brief. Die koos voor dezelfde manier van kijken naar het toezicht als tot nu toe het geval is. Dus het volkshuisvestelijk presteren moet je op lokaal niveau beoordelen. In die brief die u noemt, dat is de beleidsbrief van minister Dekker uit juni en december 2005. Ja. En daarin staat volgens mij 10 keer de zin, ik verwacht dat. Ja. Er staat nog heel vaak het woord zelfregulering in. Dat is die brief, toch? Nou, het woord zelfregulering zal er ongetwijfeld in staan, want dat was gewoon een topic in die tijd. Ja. Ja. Maar dan vertrouw je dus op dat corporaties hun werk doen, want je verwacht veel, ik reken erop dat... Ja, maar dat was in zijn algemeenheid de sfeer van de 4 kabinetten Balkenende. Het was minder regelgeving, het was toezicht vanuit vertrouwen. Overigens, en dat is dan toch wel apart, dat was wel de algemene sfeer. Dat betekent niet dat wij daar alleen maar braaf achterheen liepen. We deden gewoon wat we geacht werden te doen. Dus het BBSH werd gewoon strak in de gaten gehouden. Het leidde niet tot, nou ja, dit is de algemene sfeer, we hoeven niet veel meer te doen. Nee. Dan... Kom ik bij Edis. U zei er net iets over, u noemde dat geloof ik geneuzel op een vraag van de heer Oskamp. Want op 15 maart 2005, dus tijdens de periode van minister Dekker, stuurt de heer Van Leeuwen van Edis een brief naar de vaste Kamercommissie en de minister met de boodschap dat het verantwoordings- en toezichtsregime te streng is. Nou, compliment. Ja, maar hoe kan dat nou dat de heer Van Leeuwen zegt het is te streng en dat de rekenkamer zegt het is te afwachtend? Ja, die rekenkamer, dat kan ik u nogmaals, dat spijt me, maar geen idee wat de rekenkamer heeft bewogen om dit op te schrijven.
Van Leeuwen snap ik wel, omdat we eenmaal die individuele oordeelsbrieven hadden. Nou, dat leidde dan bij 90 corporaties van de pakweg 500 tot op- en aanmerkingen. Mm-hmm. Hij vond dat soms geneuzel. Ja, soms leek het er ook wel een beetje op. Hè. Dat waren soms kleine afwijkingen mm-hmm. van de regelgeving. Alleen als toezichthouder heb je daar niet zo gek veel keuze in. Afwijken is afwijken. Precies. Dat moet je melden. Dat was niet echt een populaire sport. Ook niet op het departement. Werd al gedaan. En dat vond hij te streng, omdat de heer Van Leeuwen, ja, dat was gewoon zijn geloofsovertuiging, zou ik zeggen. Ja, die vond dat de overheid veel stappen terug moest doen. En is die brief besproken met de minister? Ja, dat neem ik aan. Dat staan we niet bij, maar dat zal wel. We hebben geen stap terug gedaan, overigens, op dat punt. Geen stap terug? Wat zegt u? Geen stap terug gedaan? Nee. Ik heb mijn collega gehoord. Dan komen we bij de toetsgroep en wat we gisteren konden horen, bewegend toezicht. Bewegend toezicht? Ja, dat heeft de heer Schaap. Oké. Ja, bewoog wel. Ja. Of het leefde, ik weet niet. Ja. Hoe zou je het noemen? Maakt mij niet uit. Allebei is goed. Allebei is goed. Kom ik weer bij de Algemene Rekenkamer. Die zegt in haar rapport, ik citeer het al, dat de meldingsplicht slecht werd nageleefd door corporaties. Dus nevenactiviteiten komen in de toetsgroep. Alleen het punt was dat corporaties niet altijd hun nevenactiviteiten melden. Had u de indruk ook in die periode? Het werd zeker niet altijd nageleefd, dat klopt, ja. Maar over het algemeen kwamen we er toch wel achter, omdat ze in ieder geval nog wel zo braaf waren dat mee te nemen in het jaarverslag. Kijk, als ze dat ook niet hadden gedaan, dan hadden we echt niks geweten. Ja. Behalve dan uiteraard de meldingen van deze of gene, die ik me toch niet echt kan herinneren. Dus daarom ook werden al die jaarverslagen nageplozen, minutieus. En dan bleek er wel eens uit dat men wist het gewoon niet, men vergat het gewoon, kan. Mm-hmm. Of men heeft het gewoon bewust niet gedaan. Ja, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik ga maar uit van het eerste, het vertrouwen, dat ze het ten onrechte overigens vergeten waren te melden. En er was ook permanent discussie, bijvoorbeeld zo'n jachthaven, overigens voor mijn tijd, dit maar voor de helderheid, Raamsdonkveer geloof ik. Ja, de betreffende corporatiedirecteur had het beeld dat het niet gemeld hoefde te worden. Nou, wij zaten daar anders in. Maar dat kan soms gebeuren. Maar is het niet gek dat als corporaties iets moeten melden en dat niet doen, dat u dan maar door de jaarverslagen heen moet pluizen om het dan toch te weten? Of zoals gisteren de heer Schaap zei, het zelfs uit de krant moet halen? Ja, dat is niet. Je zou toch zeggen, je moet melden? Ja, maar dan moet je, dat, zeker, maar dan moet je ook, dan moet het wel helemaal helder zijn dat je het moet melden. En sommige corporatiedirecteuren beweerden, het is niet helder. Oké, maar als het niet helder is, dan ga je dat toch helder maken. Dan zeg je, ik constateer dat. Maar dat hebben we ook gedaan. Die MG's zijn wel een paar keer aangepast. En we hebben ook een discussie gehad bijvoorbeeld over doorzakconstructies. Waren wij wel helder in. Hebben we ook 2 keer schriftelijk aan alle corporaties gemeld. Nee, dat moet je wel melden. En sommigen waren dan nog zo eigenwijs. Zoals, wie was het? De heer Zeilberg. Om te denken, ja, dat zal wel. Dus daar hebben we achterheen gezeten. Maar vaak was het toch in mijn overweging te goede trouw dat sommige corporaties dachten, dit hoef ik niet te melden. De goede trouw. Ik denk bij de meeste dat dat de goede trouw is. Bij de meeste. Dus het is aangescherpt met circulaires om mensen toch erop te wijzen en op te melden. Ja. Toch constateert de Rekenkamer dat in begin deze maand. Dus dan is het dan succesvol geweest? In mijn ogen wel. We hebben aardig wat tegengehouden. En we hebben bijvoorbeeld sommige dingen zijn wel degelijk op het spoor gekomen. Bijvoorbeeld bij Vestia, de bekende Medimol. Uh-huh. Was niet gemeld. Ja, dat begrijp ik, maar ze werden niet allemaal gemeld. U zegt, ik heb er behoorlijk wat tegengehouden. Van Spanje hield er ook behoorlijk wat tegen. Maar wat zegt u? De keeper van Spanje hield ook behoorlijk wat tegen, maar er gingen er wel 5 in. Dus je kan wel behoorlijk wat tegenhouden, maar je laat dan heel veel lopen. Nee, we hebben niet veel laten lopen. Ik zou niet weten hoe. Nee, spijt me, dat volgens mij niet. Als u er nou achter kwam dat een corporatie iets niet meldde, kregen ze dan een maatregel aan de broek? Als ze niet melden, dan leidde dat tot een gesprek met het ministerie. En als ze echt halstarrig bleven, dan kregen ze een maatregel, dan kregen ze een aanwijzing. Nou, het begon meestal met een gesprek. Als dat niet hielp, een brief. En als dat niet hielp, dan een aanwijzing. En over het algemeen hielpen overigens die gesprekken.
Ja, hoeveel gesprekken werden er dan gevoerd? Ik heb ze niet bijgehouden, weet ik niet. Orde van grootte? Poeh. Nou, 10 per jaar. Nou, ik zit echt te gokken. 10 per jaar, ik weet het niet. Ja. En hoeveel aanwijzingen zijn er gegeven? Niet zo gek veel. Maar ik heb ze niet geteld. Ik weet het niet. In ieder geval 1. Dat was aan de die kennen we. Ja. Ja. Je had er trouwens meer. Maar een aanwijzing over een zwaar instrument, dat zeg ik niet zomaar in. Meestal ging dat gewoon in bestuurlijk of een overleg met de corporatie. En werden alle binnengekomen meldingen in de toetsgroep behandeld? Uiteraard. Overigens, voordat ik het vergeet, er waren ook toen wel gesprekken. Dan werd het niet gemeld officieel. Maar dan had je wel voorgesprekken met corporaties. Mm-hmm. Er waren corporatiedirecteuren die kwamen langs en die zeiden, joh, ik wil dit en dat doen, kan dat? Nou, antwoord ja of nee. En als het antwoord ja was, dan was het nog steeds het verzoek. Maar zet het keurig op papier, want anders kunnen wij het toch slecht beoordelen. En dan gaan we kijken. Dus er werd ook op die manier nog wel wat afgevangen. Die nevenactiviteiten werden niet ergens anders in het ministerie beoordeeld. Het was altijd de toetsgroep of het werd daarvoor afgevangen? De meldingsplichtige zaken werden door de toetsgroep afgedaan. En dat moest ook wel, want dat waren over het algemeen toch wel lastige vraagstukken. In die toetsgroep, ja, daar zaten een paar juristen in. Er zaten de beleidsmedewerkers in. Er zat toezicht bij. En ik dacht ook een periode het Centraal Fonds, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval de financieel-economische directie. Dus dat was wel een club mensen met verstand van zaken. Ja. Die keken daarnaar en dat was ook fors voor discussie. Dus inderdaad, wat dat betreft bewegend toezicht. Het was niet altijd makkelijk om te ontdekken wanneer is het nou wel en wanneer is het niet toegestaan. Ja. Omdat meldingsplichtige zaken, ja, het is vaak datgene wat gebeurt op lokaal niveau. En elke keer is dat net even anders. En moet je altijd opnieuw kijken, is dit nou ja of nee iets wat kan. Ja. Een voetbalstadion overnemen, Cambuur en Leeuwarden, kan dat? Ja, onder bepaalde condities zou dat eventueel kunnen. Een ziekenhuis overnemen, ja, dat leek mij niet overigens, maar daar werd wel naar gekeken. Kan dat, ja of nee? Nou, het was zelden iets wat zwart-wit lag. Dus je moest wel met elkaar interdisciplinair naar kijken. En je had uiteraard dan door de loop van de tijd had je casuïstiek opgebouwd. Dus dan werden sommige dingen wat makkelijker om te beoordelen. Maar meestal werd je toch verrast door nieuwe dingen. En daar is ook overigens, bij mijn weten, bewust voor gekozen in de tijd door de politiek. Dat heeft de heer Schaap gisteren ook gezegd, was erg bewegend of levend toezicht. Ja, maar ook omdat we, want leefbaarheid is nou niet direct het meest simpele begrip in Nederland. Daar kan je heel veel in kwijt. Ja, daar is discussie over gevoerd met Tommel. Daar is bewust voor gekozen om het toch zo te doen. Uitgangspunt was, nou dat moet dan maar op lokaal niveau in principe bekeken worden. Of het ja of nee kan. En daarna kwam het wel bij ons terecht. Dus wij dachten, nou dan maar een toetsgroep om te kijken hoe doen we dit op een nette manier. Helder, hebben we gisteren gehoord. Was er ook druk op corporaties om bepaalde nevenactiviteiten uit te voeren? Druk vanuit het departement? Ja, en vice versa? Van help ons nou eens even. Nee, ik kan me niet herinneren. Ik hoop niet dat er weer een mail komt, maar ik kan me niet herinneren. Ja, wat opvallend is, en u noemde er al een paar, dat er meldingen van nevenactiviteiten in de toetsgroep kwamen, waarvan je misschien wel zou kunnen denken, maar dan ben je een buitenstaander, eigenlijk wel bijzonder dat het wordt voorgelegd. U noemde al een voetbalstadion, een ziekenhuis, een jachthaven, sponsoring van festivals, gezondheidscentra, monumentendiners, een olifantenparade, vakantie op de Schelling voor huurders, adoptie van een aap in het buitenland, allemaal. Hoe komen corporaties erbij om te veronderstellen dat dat wel goedgekeurd zou worden? Anders meld je het niet aan. Nee, dat laatste ben ik wel met u eens. Maar als je een begrip hebt dat we hadden, leefbaar, of het moest een verband hebben, dat heette dan een causaal, een substantieel verband hebben met wonen. Mm-hmm. Ja, hoezeer je ook je best doet om het scherp te formuleren, je krijgt nooit alle casuïstiek gevangen in regelgeving. Dat lukt gewoon niet. Nee, dat begrijp ik. Maar wat zegt het als corporaties denken dat ze dit wel mogen doen en het voor willen leggen aan de toetsgroep? Dan hebben ze netjes gehandeld. Dat wel? Ja. Ja, volgens de procedure. Ja. Maar het feit het gaat wat verder dat ze dan een de olifantenparade willen sponsoren. Dat ze een olifantenparade willen sponsoren. Ja, die casus ken ik niet en dit lijkt me ook gekkigheid, maar het zal wel. Ja, ik probeer me maar van de oordeel te onthouden, maar blijkbaar wel een gekkigheid. Maar blijkbaar houden ze die gekkigheid wel in hun hoofd en denken ze dat het wordt goedgekeurd. Ja, maar het woord leefbaarheid, wat ik net zei, dat heeft ook een niet al te scherpe invulling. Olifantenparade. Oké. Okay.
Ja, waarom... Ja, de vraag is beantwoord. Geven de jaarverslagen voldoende informatie over de rechtmatigheid van nevenactiviteit? Voor zijn werk dat kan beoordelen, ja. Maar ik kan nooit uitsluiten dat sommige dingen niet in het jaarverslag staan. Okay. Net zoals de jaarrekening soms dingen bevat waarvan je denkt, of niet bevat waarvan je denkt, had dat toch in moeten. Je bent afhankelijk wat dat betreft functioneren van het goede trouw van de corporaties. En had u voldoende informatie met het jaarverslag om de rechtmatigheid van nevenactiviteiten te kunnen beoordelen? Wat mij betreft was dat niet voldoende in die zin dat je toch vaak moest vragen, joh, wat staat hier nou eigenlijk, wat zijn jullie aan het doen? Dus als je iets zag waarvan je dacht, ik weet het niet, nou, dan gingen we erop af. Okay. Of je past de regels zo aan dat ze het wel op moeten nemen in het jaarverslag? Ja, maar dan moet je het woord leefbaarheid schrappen eigenlijk. Dat was niet de bedoeling. Nee. Nee. Dus in dat begrip leefbaarheid zat al dat je dat niet nauw kon definiëren? Help. Het begrip leefbaarheid is gewoon, dat lijkt me evident, tamelijk ingewikkeld om in regelgeving te vangen en vervolgens om daar toezicht op te houden. Ja. In die zin was die toetsgroep gewoon het beste wat je kon verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. We gaan het verder hebben over leefbaarheid en wijkgebondenheid. In de periode 2007-2009 wordt het taakveld leefbaarheid in het kader van de krachtwijkenaanpak verbreed. En minister Vogelaar heeft bij deze aanpak besloten het BBSH, zeg maar de grondwet voor de corporaties, en de MG's, zeg maar de circulaires, ruimer te interpreteren. En u schrijft daar twee notas over. Op 1 februari, tijdens minister Vincemius, en op 14 maart in de periode van minister Vogelaar. Waarin u aangeeft geen noodzaak te zien om het speelveld te beperken. En ook niet om nog langer de eis van wijkgebondenheid om daaraan vast te houden. Waarom gaf u dat advies? Omdat dat laatste, dat speelde permanente rol. Als het gaat om die wijkgebondenheid en de corporatie, dan moest de corporatie tot die tijd, mochten ze zaken ondernemen, als het maar in de wijk, zullen we zeggen, van belang was. Mm-hmm. Maar dan krijg je dus, wat je vaak krijgt met dat soort dingen, op het moment dat je een grens stelt, gaan er ook wel eens dingen over de grens heen. En dan ga je kijken, maar is dit nou redelijk om vast te houden aan die grens, ja of nee? Want als nou een corporatie ernaast wel allerlei activiteiten ondernemen, mag dan de buurman in een andere wijk niet activiteiten ondernemen op bijvoorbeeld het terrein van leefbaarheid, terwijl een andere corporatie er ruimschoots zit. Dus in die zin is het wijkgebonden. Mm-hmm. Nou, het leek mij eigenlijk wel redelijk om dan te zeggen, casuïstiek, misschien moet je dit dan ook maar akkoord vinden. Dat was dus een advies. Advies. Was dat een opdracht van de minister? Vroeg hij daarom? Nee, ik weet niet precies hoe die twee dingen die u noemt, hoe dat allemaal gelopen is, weet ik ook niet. Het zou kunnen dat een rol gespeeld heeft, wat u noemt, bij de discussie rondom servaties, maar ik heb dat niet scherp, dat weet ik niet. Het punt is... Het kwam in ieder geval regelmatig als issue tevoorschijn. Want u geeft een advies dat tegen het regeerakkoord ingaat, want daarin staat die wijkgebondenheid juist wel. Het gaat volgens mij niet tegen het regeerakkoord in. Ik heb nooit bij mijn weten een advies gegeven wat tegen het regeerakkoord ingaat, als het stomste van het ambtenaar kan verzinnen. Maar de wijkgebondenheid werd dus gewoon als criterium gehanteerd. Alleen de vraag was, maar moet het dan per se van de corporatie zijn die activiteit op dat terrein onderneemt? Nou, als de buurman daar ruimschoots zit in die wijk of in die buurt, dan kon ik daar toch geen rechtvaardiging in vinden. Dus vandaar dat advies. Uw afweging is helder daarin, wat uw overweging is tenminste om dat te doen. Maar tegen een regeerakkoord ingaan, no way. We konden toch altijd adviseren? We kunnen alles adviseren, maar dat leek me nou niet het handigste om te adviseren. Okay. Waarom zag je geen aanleiding het toenmalige speelveld te beperken? Of was het gewoon een bevestiging van de bestaande praktijk? Welk speelveld? Het speelveld van de corporaties, wat ze mogen doen. Ik zou niet meer weten waarom het dat niet op dat moment. Ik zag geen aanleiding, dat zal ongetwijfeld kloppen. Mm-hmm. Maar waarom ik het niet zag, ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Okay. Waarschijnlijk omdat ik ook leefbaarheidsactiviteiten als zodanig een legitieme zaak vond voor de corporaties om te ondernemen. Ja, uw nota over die wijkgebondenheid gaat uiteindelijk naar minister Vogelaar. En die wil er even niks mee doen, want die wil eerst nog onderhandelen met Edes over de krachtwijk. Dat zou kunnen, ja. En weet u waarom ze er niks mee wilden doen op dat moment? Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat er onderhandeld is. De krachtwijken was natuurlijk een kabinetsding, een regeerakkoord.
Het heet was een van de pijlers, geloof ik, om het zo maar te formuleren. En wij hebben toen vervolgens, omdat die 40 wijken, zullen we zeggen, prominent in beeld kwamen. Dat was het paradepaardje van de minister. Mm-hmm. Wij hebben ook op verzoek van de minister naar het BBSH gekeken en uiteraard de circulaires. Dus om te kijken, ja, hoe kan je dat nou zo interpreteren dat ze in ieder geval maximaal kunnen doen wat de minister op dat moment en ook het kabinet de moeite waard vond. Ja. Maar nog steeds binnen de grenzen blijven van het wettelijke kader. Ja. Want u schreef ook in die periode dat er eigenlijk al meer mogelijk is dan dat mensen zich realiseren in het BBSH. Ja, dat laatste zal ongetwijfeld zo zijn. Getuigen uw eigen voorbeelden. Ja. Was er aan fantasie in ieder geval geen gebrek. En wist de minister dat ook? Dat neem ik aan, ja. Oké. Kan het zijn dat de minister dacht van die wijkgebondenheid loslaten? Dat ga ik nu nog niet doen, dat breng ik in het onderhandelingsakkoord als wisselgeld? Of begin ik te veronderstellen? Nou, dat laatste doet u, maar misschien zou dat kunnen ook, maar kan me dat, nee, is geen niet idee. Niet dat u weet dat het... Nee, dat heeft volgens mij gewoon niet gespeeld. Nee. Uiteindelijk wordt die wijkgebondenheid losgelaten, dat klopt hè? Je mag wat meer over de grens van de volgens wijk. Volgens mij klopt dat, ja. Ja. En hoe is de Kamer daarvan op de hoogte gesteld? Want op 12 juli 2007 stelt het Kamerlid van Bochhoven de vraag over MG 2001-26. Geldt die nog steeds? En heeft er geen uitbreiding van de activiteit in het kader van leefbaarheid plaatsgevonden? Die MG, wat ik net zei, en ook het BBSH, die gelden, die golden toen en die gelden nog steeds. Uitbreiding, we hebben gewoon gekeken, wat kan er maximaal? Mm-hmm. We hebben niet verruimd. Er is gewoon gekeken van, wat past er wel en wat past er niet in. En dat is overleg gedaan met mijn herinnering. En ook hiervan, ik was daar niet direct bij betrokken. We hadden een directie wijken. Dat geeft het belang van het onderwerp al aan. Mm-hmm. Daar zat het bij, maar... Ik was erbij betrokken in die zin dat de medewerkers die over het BBSH gingen, die zaten bij mij. Dus die keken, ja, de ene kant was van, joh, kunnen we meer voor die wijken doen binnen het kader van het BBSH? En de andere kant was, en dat waren mijn medewerkers, ja, dat is allemaal prima, maar het moet wel passen. Dus er werd gewoon gekeken intern, wat kan wel en wat kan niet. En de voorbeelden die aangedragen werden, bijvoorbeeld door gemeenten, nou, dat werd keer op keer getoetst aan de hand van het BBSH en de circulaires. En daar zaten gewoon de medewerkers van mijn directie bij. Dus met het loslaten van de wijkgebondenheid, dat was geen oprekking van de regels, dat paste binnen de regels? Ja, ja blijkbaar. Ja. Dat staat al volgens mij... Je kan daar een redenering op houden. Dat kan je doen en als ik me niet vergis staat dat ook in de MG, daar gaan we weer, 2001-26, van de heer Remkes. Mm-hmm. En die schrijft volgens mij ook dat hij wel bereid is te kijken naar, in die zin, naar activiteiten buiten de wijk, zeker de buurt. Uiteraard moet er een verhaal liggen, maar hij was bereid te kijken. Dus volgens mij was het nog steeds regelgeving. Netjes toepassen, niet meer, niet minder. Ja, want een museum mocht eerst niet, maar na 2007 wel. Nou, dat laatste kan, dat weet ik helemaal niet. Dat is contextgebonden, heet dat geloof ik. Dus we zitten weer in dat levende toezicht of bewegende toezicht. Ja, ja precies. Ja, dat wordt een gevleugelde term als we niet oppassen. Ja, het Rijksmuseum zal wel niet lukken, denk ik. Ja, u zegt het. Ik weet dat niet meer zo zeker naar deze vorm. Nou, ja, ik heb ook wel eens mijn twijfels. In het 2009 staat in het toetsgroepverslag dat weer zal worden teruggegaan naar de regels van voor 2007. Dus geen maatschappelijk vastgoed met een culturele bestemming, daar is die. En maatschappelijk vastgoed weer in relatie met leefbaarheid in wijken met woningbezit. Waarom was dat, dat het weer terugging naar 2007? En wanneer citeert nou wat? Want... Toetsgroepverslag uit 2009. Dat weet ik niet. Geen idee. Oké. Dank. Graag gedaan. Ik kijk naar collega Groot. Meneer Groot, ja. Ja, toch nog even een aanvullende vraag over de wordingsgeschiedenis van die nota waarin die wijkoverstijgende aanpak terechtkomt. Ja, dat begint eigenlijk met binnen het departement met een... gedachte die zich ontwikkelt bij mevrouw Bethelm. Kunnen we niet wat ruimhartiger zijn? En dan zie je ook een discussie. En daar hebt u een noten over geschreven. Een discussie tussen enerzijds de directie stad en regio en de directie beleidsontwikkeling.
waarbij ja, beleidsontwikkeling, en daar bent u van, toch wat meer op de rem staat. En waarbij stad de regio ja, de egels wil interpreteren. Dat leidt uiteindelijk tot een nota waarin ja, die wijkgebonden aanpak wordt verlaten. Ja, ja, wat is nou gebeurd dat u uw reserves hebt laten vallen blijkbaar? Ik weet niet of ik mijn reserves heb laten vallen, want dat wijkgebonden laten vervallen, A, heb ik het niet scherp. Hè. Laten we dat maar even voorop stellen. En ik weet ook niet precies waar u nu zit qua mails en nota's. Maar ik vermoed dat het gaat om de discussie. Het idee ontstaat op de dag, of in de verslagen, op de dag dat minister Dekker aftreedt in september 2006... En dan komen de. En die nota's, die nota, die komt uiteindelijk op 6 december 2006. Een nota aan het directieteam. Oké, nou, ik herken de spanning tussen de directie waar ik toen verantwoordelijk voor was en stad en regio. Dat was inherent aan de organisatie van het departement. Stad en regio keek toch meer dan wij in ieder geval, naar wat leeft er in de regio, zeker de stad. En wij waren toch iets meer geneigd om te zeggen, ja, dat zal allemaal wel, maar we hebben ook nog een regelgeving. Je kunt niet in alles maar zeggen wat ze daar verzinnen. Hoe legitiem dat soms ook is, kun je in meegaan. Dus die spanning, die herken ik. Maar verder kan ik u... Nee, weet je dat gewoon niet. Ja, het landt uiteindelijk in een nota, die dat is dan wat voorgelegd. Meneer, de heer Mulder had het hier ook al over aan mevrouw Vogelaar, die er dan even niet naar wil kijken. Maar de uitkomst is wel dat er een voorstel gedaan wordt, ambtelijk, ja, waarin er veel meer mag dan daarvoor mocht. Ja, maar er is volgens mij geen besluitvorming over gekomen. Er is wel een discussie gevoerd, ook in de DT. Maar daar is het volgens mij ook geëindigd. Dus het heeft niet geleid tot verruiming van regelgeving. Het is een discussie en het zou best kunnen dat ik toen mee ben gegaan, weet ik niet zeker overigens, met wat ruimer kijken naar. Overigens heb ik nog steeds de indruk dat het past in die MG 2021 vanwege de opmerking die je net maakte. Maar dat is het dan ook. Dat heeft niet geleid tot besluitvorming. Althans, ik herinner me dat helemaal niet. Volgens mij is dat ook niet zo. Dus... Maar in de praktijk leidt het wel toe dat er dingen opeens wel mogen, bijvoorbeeld een museum, wat daarvoor niet mag. En de vraag is dan ook, dit is een nota die dan ambtelijk is voorbereid. En waar kwam de politieke opdracht hiervoor vandaan? Ja, maar dat weet ik gewoon niet. Dat was een permanente discussie die we hadden met de directie Stad en Regio. De rekkelijke en de precieze, om die term maar te gebruiken. Omdat op nou eenmaal lokaal van alles nog wat speelde, wat men om wat voor reden ook de moeite waard vindt. Bijvoorbeeld dat museum waar u het over heeft. Ik weet niet welk museum, maar ik weet wel dat het een keer gespeeld heeft. En dan was permanent een discussie, ja, kan dat nou wel, kan dat niet? Is dat nou wijkgebonden, ja of nee? Nou, op een gegeven moment hebben we wel het punt bereikt dat we zeiden, ja, moet je dat nou per se eisen dat een corporatie, terwijl die een buurman heeft die er wel bezit heeft, maar hij niet, mag je het ook niet ondernemen? Ja, dat vond ik geen verhaal, uiteindelijk. Dus daar zijn we wel in meegegaan, maar terugkijken nog steeds, denken, ja, maar dat past ook nog steeds in die circulaire waar ik het een paar keer over gehad heb. Ja, mevrouw Bertram die zei hier van ja, we speelden in op een vraag die maatschappelijk leeft. Dus er werd ook heel veel gebeld. Ja, dat laatste is ongetwijfeld waar. Maar we speelden er wel op in. Maar er waren wel die grenzen waar we het de hele tijd over hebben van het BBSH en de MG's. Dus daar waar je over de grens ging, zijn we nooit akkoord gegaan. Als we al akkoord waren gegaan, dan hadden we dat moeten melden aan de politiek. En dan had de politiek het gemeld aan bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Zoals bijvoorbeeld met, hoe heet dat ook alweer? Ik ben het kwijt, die kabels. Maar... Glasvezels. Ja, dank. Glasvezels, ja. Dat was een experiment, zullen we zeggen, in Amsterdam. Dat was niet ons idee, daar waren we niet zo heel erg voor. Maar dat is er wel gekomen via de minister. Minister Dekker toen de tijd. Nou ja, oké, dat kan. Dus we keken wel, en met name het ook serieus, ja, dat moet je ook doen. Als de lokaal wat speelt en als de wethouder het de moeite waard vindt, dan is de eerste reactie, nou, als ze dat allemaal lokaal de moeite waard vinden en ze hebben een verhaal, ja, dan zijn wij al gehouden om te kijken of we dat de moeite waard vinden, ja of nee. Dan is stap 1, klopt het met de regelgeving? Als het antwoord nee is, dan eindigt het daar in principe. Dan nog kan je vervolgens denken, ja wacht even, de regelgeving verbiedt het, of staat er niet toe. Maar het is eigenlijk wel een legitiem punt.
Ja, dan heb je wel een probleem. Betrekkelijk overigens, hè, want je gaat nog steeds niet over de regelgeving heen. Maar dan kan je wel naar de minister gaan en zeggen, nou, dit en dit speelt er. Dit is de regelgeving. Minister, wilt u ja of nee een uitbreiding hebben van de regelgeving? U heeft zich gaandeweg die discussie ambtelijk laten overtuigen van, nou ja, we moeten de regels toch wat soepeler interpreteren. Ja, want aanvankelijk denkt u, nou, dingen kunnen niet. Uiteindelijk komt er een nota waarin toch dan staat, nou ja, misschien moet het toch maar wel kunnen. Dat zou, ik heb dat niet paraat, maar het zou kunnen dat ik me heb laten overtuigen. Dat is niet onmogelijk. Ja. Goed, dank u wel. Ik heb tot slot nog een aantal algemene vragen. En dat gaat eigenlijk, u overziet een wat lange periode. En ja, een belangrijke overgang die lijkt zich af te spelen tussen staatssecretaris Remkes en minister Dekker. En ook tussen minister Vogelaar en minister Van der Laan. Kunt u die overgangen schetsen? Bijvoorbeeld op het punt van het denken over zelfregulering, sturing van de sector. Wat is uw beeld over die... Ja, dat kan ik denk ik wel. Met een voorzichtige slag om de arm, want de periode Remkes heb ik maar voor een deel meegemaakt als directeur. Maar Remkes is wel een beetje apart in de geschiedenis van de afgelopen 20 jaar. Die zat er het meest sceptisch in als het ging om de corporaties. Die had daar niet zoveel mee. Hij heeft zelfs een keer gezegd, als ze niet hadden bestaan, had ik ze zeker niet uitgevonden. Nou, het was ook echt een liberale minister, dus ik geloof hem op zijn woord. En die heeft ook intern discussies gevoerd over het stelsel als zodanig. Dus we hebben een discussie gehad in die tijd, onder andere over, dat heet dan opting out. Het kunnen uittreden uit het stelsel. Dat heeft uiteindelijk tot niks geleid. Het is niet iets wat meegenomen is, bij mijn weten, in de woonwet. Dat was blijkbaar te lastig. En dat zal bijna wel om dat te regelen, maar... Daar stond hij had er wel oren naar om te kijken, ja, moeten we daar nou mee doorgaan met die corporaties op de manier waarop we bezig zijn. Dat was ook de tijd dat we te maken hadden met een behoorlijke economische groei. Je denkt er met heimwee aan terug. Een beetje de bomen groeien tot in de hemel en vooral leven het eigen woningbezit. Dus die corpo's, dat kan wel wat minder. Hij had ook een programma van, nou, doe maar 50.000 per jaar in de verkoop. Dus hij zat en keek als staatssecretaris toch anders aan tegen de corporatiesector dan... Zijn opvolgers, te beginnen met mevrouw Dekker, die had gewoon een heel andere prioriteit. En dat was dan toch ook weer het regeerakkoord. Die regeerakkoorden, ja, die bepalen ongeveer de richting, zullen we zeggen, die je op dat moment moet ingaan als minister. En wij dus met de minister moeten voorbereiden. En de prioriteit bij mevrouw Dekker was simpelweg het huurbeleid. Nou, dat heeft wel erg dominant geheerst een paar jaar lang. En B, de woningbouwproductie. En C, maar dat hangt met elkaar samen, de aanpak van de wijken. En dan was er in die tijd was er wel erg veel sprake van, dat noemden ze geloof ik ook een transactiemodel, als ik me niet vergis. Vond een vreselijk woord, maar het zijn zo. En dat kwam erop neer dat voor de woningbouw en de aanpak van de wijken en het huurbeleid niet te vergeten, dan werd er wel echt onderhandeld met de corporatiesector. Meer dan ik me daarvoor kan herinneren en meer dan ik me na Vogelaar vervolgens weer kan herinneren. Bij Van der Laan. Dus ja. Dekker en Wim Semiers was natuurlijk interim. En mevrouw Vogelaar, die zaten meer op de onderhandelingsmanier van beleid maken dan voorganger en opvolger. En met name Van der Laan, want die zat er wel strakker in. En hangt dan ook samen met verschillende ideeën over de rol van zelfregulering. Dat mevrouw Dekker en mevrouw Vogelaar daar meer op die lijn zitten en ja, Remkes zit... en Van der Laan minder? Ja, dat denk ik wel. Maar ik moet voorzichtig zijn, want ik kan me niet echt een discussie herinneren bij mevrouw Vogelaar over zelfregulering, omdat toen vooral de wijkaanpak buitengewoon dominant was. Bovendien had ze een portefeuille integratie. Dat slokte alle tijd zo'n beetje op. In ieder geval het grootste gedeelte. Maar er was wel een verschil tussen die twee in mijn ogen. En Van der Laan zat er gewoon strakker in. Die was meer geïnteresseerd, mijn beeld, in de institutionele vormgeving van de corporatiesector. Vond ik ook verklaarbaar, want hij kwam uit Amsterdam. Daar zit de PvdA. Tot voor kort was dat ongeveer... Je had de PvdA en verder had je niks.
En die regeerden in Amsterdam en die hadden zeer specifieke opvattingen over de corporatiesector. Die was voor hun. De corporatiesector en de overheid hoorden bij elkaar. En de overheid had de lead. Nou, vond ik eigenlijk ook wel, maar Van der Laan was daar expliciet in. En ik vermoed dat Amsterdamse afkomst op dat punt een behoorlijke rol gespeeld heeft. En misschien dan gewoon interesse in institutionele vraagstukken. En voordat ik het vergeet, uiteraard de incidenten, want dat heeft niet geholpen bij dat hele verhaal rondom zelfregulering. Dat werd dus teruggedraaid. Hoe zou nou de invloed van Edes over die verschillende periodes willen typeren? Die was ten tijde van mevrouw Dekker en ten tijde van mevrouw Vogelaar groter dan daarvoor en daarna. Kunt u dat nog met voorbeelden? Nou ja, we hadden bijvoorbeeld, en dat hebben we maar twee keer meegemaakt, dacht ik, ben die woorden kwijt. We hadden een onderhandelaarsakkoord volgens mij, zoals dat heette, met mevrouw Vogelaar en Edes van Leeuwen. En daarvoor heette het geloof ik een bestuursakkoord met mevrouw Dekker en de heer van Leeuwen van Edes. En die akkoorden die waren erop gericht om te kijken naar de vormgeving van het stelsel. En dat heeft geleid tot de ene keer tot de commissie De Boer. Want die moest kijken, joh, kan dat stelsel niet anders vormgegeven worden? Meer conform ook het regeerakkoord, overheid wat meer naar achteren en wat meer ruimte voor het maatschappelijk ondernemen. CQ zelf reguleren en dat was bij mevrouw Vogelaar. Dat heet allemaal net even anders, maar het verschilde niet zoveel. Want we hadden een onderhandelaarsakkoord en toen kregen we de commissie Meijering. En dat was toch een periode waarin er meer ruimte was voor Edes. Ja, je kunt wel zeggen, de Edes heeft de hele periode sterk gepleit voor, onder de heer Van Leeuwen, voor zelfregulering. Ja. Heeft dat nou nog geleid tot vertraging in de totstandkoming van wet en regelgeving? Want in de politiek was er steeds toch een behoefte om wat meer te sturen. Nee, dat geloof ik niet. De interesse ook in mijn waarneming in het institutionele stuk was gewoon überhaupt wat kleiner. De minister Dekker heeft een brief naar de Kamer gestuurd. Dat was de decemberbrief 2005. Dat is toch wat later in haar periode. Omdat ze gewoon volledig in beslag genomen werd door. En dat was ook datgene wat het regeerakkoord voorop stelde. Huurbeleid, CQ, woningbouwproductie. Daar stond niet zoveel in, bij mijn weten, in het regeerakkoord. Verder over de corporatiesector als het gaat om de institutionele vormgeving. Behalve weer de algemene opmerking. Wat minder overheid graag en wat meer vertrouwen. Dat gold ook voor Balkenende, de Balkenende 3-kabinet. Maar dat heeft niet zozeer geleid tot vertraging. Het had wat minder urgentie. Mm-hmm. En de brief van Dekker 2005 in december, ik geloof dat het 3/4 jaar geduurd heeft eer die überhaupt een behandeling kreeg. Ergens in de zomer 2006. Daar in die brief werd ook nog aangekondigd, ik kon het met een verhaal over het toezicht. Dat was naar aanleiding van het rapport De Boer. Maar dat rapport De Boer, dat kreeg eerst een vervolg met de commissie Schilder. De commissie Schilder heeft zijn rapport al verleverd. Dat is naar de Kamer gestuurd. Er staat een kort briefje bij. Dat is geagendeerd op één bijeenkomst van de Kamer ergens in augustus. Mm-hmm. Eén Kamerlid heeft er wat van gevonden. Maar het is eigenlijk niks. Dat was de heer Van Bochhoven. Die zei, nou, ik wacht met mijn oordeel tot de minister komt. En de rest heeft daar helemaal verder geen woord aan gewijd. Het is alleen niet gekomen, want de minister moest aftreden. En daarna kregen we Winsemus en die was in een paar maanden later demissionair. En dan stopt alles. Zeg maar institutionele hervormingen, veranderingen van het BBSH. Zeg maar de opvolger van de woonwet waar de heer Emkes al mee bezig was. Dat die regelgeving, dat eigenlijk niet tot stand kwam. Of werd vertraagd omdat minister Dekker andere prioriteiten had. Dus meer prioriteit voor het huurbeleid. Voor de woningproductie. Ja, dat is volgens mij zonder meer waar. Maar wat ook een rol gespeeld heeft, dat hele huurbeleid, die discussie heeft zich behoorlijk lang voortgesleept. Deels omdat Edes taai onderhandelde. Misschien hadden ze dat wel sneller moeten doen. Hebben ze niet gedaan, maar ze hebben dat lang gedaan. Edes onderhandelde taai. Ja, want ze wilden wel veel binnenhalen. We zijn ooit begonnen met, in die periode, met de zogenaamde eerlijke huren. En dat was 4x3% boven de inflatie. Dat vonden wij misschien niet zo eerlijk. Het was ook een tijd dat de koopkracht achteruit ging. Dus daar hebben we wel behoorlijk lang met elkaar voor over, aan tafel gezeten om tot elkaar te kunnen komen. Want 4x3 boven inflatie, nou, dat was in mijn ogen redelijk excessief.
En daar zijn we ook bepaald niet op uitgekomen, maar dat heeft even geduurd. Ja. Deze commissie onderzoekt niet het huurbeleid. We kijken eerder naar de oorzaken. Het is toch een periode van 15 jaar geweest waarin uiteindelijk geen materiële wet en regelgeving tot stand is gekomen. Ja. Ik hoor u zeggen, bij Dekker speelden andere prioriteiten een rol. Ja. Maar kunt u meer in het algemeen toch een verklaring geven waarom het toch dan niet al die in die hele periode komt tot wet en regelgeving? Nou, los van prioriteiten had ik het toch te maken met kabinetten die geen lang leven hadden. Op één uitzondering na, dat was dan toch Balkenende II. Die heeft wel niet de volle periode gezeten, maar dag 3 jaar, als ik me niet vergis. Maar goed, met de prioriteiten van toen. En daarna hebben we toch wel heel veel. We hebben 11 ministers gehad. Ja, dat is eigenlijk al, zegt al genoeg, hè? Althans in mijn ogen. Sommigen zaten er wel bijzonder kort. Kamp heeft er bijvoorbeeld 3 maanden gezeten en was vervolgens demissionair een maand of 6. Mevrouw Vogelaar, 2 jaar. Ja, en die was wel van plan om iets te doen in termen van institutionele vormgeving. Alleen die heeft hij niet kunnen afmaken, want die trad af. Vervolgens krijg je Van der Laan. Die heeft volgens mij heel veel gedaan, maar ook hij had maar, wat zal het zijn, 1,5 jaar en het was klaar. En daarna kreeg je weer een ander kabinet en die had weer een andere prioriteit. Dus ja, als de politiek geen consensus heeft over hoe het moet met de corporaties, dan wordt het wel lastig. En dat heeft toch wel een grote rol gespeeld. Dat was ook het hele grote verschil met die periode. Daar heeft u het niet over, maar ik moet er altijd aan terugdenken van commissie De Roos. Ja, toen was dat veel meer consensus, welke kant het op moest, dan in die periode waar u het over heeft. Goed, dank. Dank u, meneer Groot. Het woord is nog even mevrouw Hashi. Meneer Van Giessen, uit dit verhoor blijkt dat het ministerie ging over volkshuisvestelijk toezicht, maar tegelijkertijd in uw woorden gaat de gemeente daarover, want het gaat over volkshuisvestelijke prestaties. En als de minister toetst, dan had zij geen heldere normen, in ieder geval geen normen voor schaalvergroting of schaalgrootte van corporaties en geen normen voor nevenactiviteiten. En het ministerie acteert in uw woorden op basis van meldingen. De vraag die bij de commissie rijst is dan, had het ministerie haar taak als toezichthouder wel op orde en was zij niet te passief? Nou, mijn antwoord is gewoon nee. We hadden het volgens mij wel op orde en we waren niet te passief. We deden wat we geacht werden te doen, dus we volgden de regelgeving. De toezicht was in die zin, als u dat woord wil gebruiken, passief. In de zin van, ja, je reageert op de bekende jaarverslagen enzovoort. Maar je werd wel geacht te reageren op incidenten. Dus vanaf dat moment werd je wel actief. En ook waar je zelf zag in de jaarverslagen, hé, hier is iets gebeurd wat niet klopt. Nou, dan reageer je eveneens. Dus in die zin denk ik, nee, dat volgens mij hebben we gedaan zoals het ongeveer hoorde volgens het boekje. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Hashi. Meneer Van Giessen, we naderen het einde van het openbaar verhoor. Maar straks heb ik gezegd dat ik als voorzitter een punt parkeerde. En dat ging over het rapport van Deloitte. Daar kom ik nu op terug bij u. Uit ons onderzoek en de ons ter beschikking staande documenten blijkt een aantal feiten, meneer Van Giessen. Ten eerste, het rapport van Deloitte, dat een opdracht van het WSG wordt opgesteld, dat gaat dus naar WSG zelf. Daarna stuurt WSG het rapport door naar de heer Mark Hesselman van het Centraal Fonds. Meneer Mark Hesselman van het Centraal Fonds die geeft dat rapport, dat blijkt uit onze documenten, aan 3 personen. Hij geeft het aan zijn chef van de molen van het CFV. En hij geeft het aan Theo van Nieuwenhuizen, naast de collega van u. En hij geeft het aan u. Vervolgens krijgen we op 18 oktober 2011 een mail van de Molen als chef van meneer Hesselman. En die zegt s'avonds om 20:28 in zijn mail. En dat mail is gericht aan Marijn van Giessen en aan Theo van Nieuwenhuizen. Hij zegt: Marijn, Theo, naar aanleiding van de vraag van Theo vanmiddag na uitreiking van het vertrouwelijke rapport van Deloitte over WSG aan Marijn. Theo had het al via Mark, tussen haakjes. Bijgaans, zoals toegezegd, nu een paar zaken die mij opvallen. Dus dit staat keihard op papier. 1 minuut later stuurt Van de Molen dat ook nog door, nog eens een keer een kopie aan Hesselman en het halve CFV, dat hij het zo heeft besproken. En in dat doorsturen zegt hij nog eens, naar aanleiding van het gesprek vanochtend met Marijn, Victor en Theo. Dat is Marijn van Giessen, Victor Schaap en Theo van Nieuwenhuizen, alle 3 van het ministerie. Ja.
Dus u staat onder ede en ik vraag u nu als voorzitter van deze commissie, heeft u dit rapport zelf fysiek gehad? U werkt bij het ministerie namens het ministerie. Ja, maar ik kan het me niet herinneren. U leest voor en ik spreek er niet tegen. Ik ben geneigd om te zeggen, dan heb ik het gehad, maar ik heb daar totaal geen herinnering aan. Ik ben een beetje sceptisch op dit punt, omdat u zelf in het verloop van dit verhoor geeft u blijk van een heel goed geheugen. U geeft adequaat antwoord op een heleboel vragen. Waarvoor dank. Graag gedaan. We komen wel op de cruciale punten. Net daar zegt u, ja, ik kan me dat niet herinneren. Ja, maar ik kan er ook niet. Mag ik even kijken? Nou. Hoe dan ook. Het is zwart op wit, dus ik kan er niks anders van maken. Dan zit ik ernaast, klaar. Ik heb het al gehad. Ik gun mevrouw Hasje ook nog even een vervolgvraag op dit punt. Meneer Vergies, u heeft dat rapport dus gehad, dat bevestigt u nu. Eerder in het verhoor gaf u aan dat u het vreemd vond dat het WSW, het waarborgfonds waar dit rapport over ging, waar behoorlijk wat kritiek in staat, dat het vreemd is dat hij het niet gehad heeft. Had het ministerie dat rapport niet met het waarborgfonds moeten delen? Ja, maar dat heb ik volgens mij gezegd. Nou, we hadden moeten delen dat rapport. U had het rapport, dus het ministerie had het rapport. Maar of ik het had moeten delen, ja, dat weet ik even niet, want ik heb er gewoon geen herinnering aan. Dus dan moet ik ook eigenlijk weer voor mezelf helder krijgen, ja, maar wat staat erin? Het is een vertrouwelijk rapport. Ik denk dat ik dat dan met ze had opgenomen, maar ja, mijn geheugen is op dit punt mag dan goed zijn, maar het is niet onfeilbaar. Maar u gaf eerder aan dat u het vreemd vond dat het Waarborgfonds zelf, het rapport wat over haarzelf gaat, wat vol kritiek staat, dat het vreemd is dat ze het niet heeft gehad. Ja, dat heb ik hier net begrepen. Dat heb ik niet zelf gezegd, als het goed is. Ja, maar dan vind ik het vreemd dat het ministerie die het rapport heeft, dit dan vervolgens niet deelt met het Waarborgfonds. Ja, dat kunt u vreemd vinden en heeft u misschien nog gelijk ook, maar ik moet het antwoord op dit ene punt gewoon schuldig blijven. Ik weet het gewoon niet. U weet het gewoon niet. Nee. Goed, dank mevrouw Hasje. Meneer Vergiessen, ik sluit deze vergadering. Dank. Graag gedaan.